Beste raadsleden, de achterblik op de publieke tribune. Ben ik toch nog niet helemaal hoorbaar, ook achter in de zaal? Maar inmiddels geloof ik wel. Van harte welkom hier bij deze laatste raadsvergadering van het jaar 2012 in het mooie kasteel Raadhuis van Wieken. Mijn eerste echte vergadering, want de eerdere vergadering was een installatievergadering en toen was ik vooral het feestkonijn. Vandaag mag ik uw voorganger zijn en ik hoop dat u mij ook een beetje wilt bijstaan in dat voorzitten van deze vergadering, want uiteindelijk moet ik uw orde bewaren. En die orde die is nog niet geheel de mijne, dus daar zal ik ook nog een beetje in moeten groeien. Dus ik zie uit naar een hele plezierige vergadering, ook een agenda die buitengewoon gevuld is. En democratie in Wieken, dat is bijzonder levendig. Want als ik kijk naar de hoeveelheid aangekondigde amendementen en moties, dan gaat het ergens over vanavond. En zo hoort dat ook te zijn bij een democratie die de verbinding met de bevolking heel nadrukkelijk zoekt. En dat doen wij hier in Wieken. Van harte welkom nogmaals en ik wil u verzoeken om een moment van stilte in acht te nemen voor bezinning. Ik heb zojuist even op de publieke tribune kennis mogen maken met de leerlingen van de Plusklas, die vandaag, voorafgaand aan deze raadsvergadering, zelf met als onderwerp het renovatieplan sportaccommodaties, wij gaan het daar zo straks ook over hebben, hebben vergaderd onder het voorzitterschap van burgemeester tussen aanhalingstekens Gerard Hendricks. En ik heb begrepen van hun dat ze het een hele leuke vergadering hebben gevonden. En dat ze ook wel benieuwd zijn hoe deze grote gemeenteraad, hoe die het er vanavond vanaf gaat brengen. Bericht van verhindering is ontvangen van Otto Verschuur, van Verschuur en Nick Derks. En ik neem eigenlijk aan dat dat gebruikelijk is. En als het niet zo is, dan krijg ik zo een tik van de griffier aan rechterzijde. Alle beslispunten en de teksten van de moties en amendementen worden ook gepresenteerd via de beamer die hier boven ons hangt. U zit voor het eerst op nieuw meubilair. En ik hoorde al wat opmerkingen over de wieltjes en tegen elkaar aan zitten. En dat ook nog op rood meubilair. Voor mij is het niet nieuw, want ja, ik ben vooral nieuw in deze raadzaal, dus ik weet eigenlijk niet anders. Dus we gaan het ervaren hoe praktisch deze opstelling is en hoe aangenaam deze stoelen zitten. En ook de publieke tribune is voorzien van nieuw zitgerij. Ik wil graag starten met punt 2 op de agenda van vandaag. En dat is het vragenhalf uurtje. En ik zie dat er 3 vragen zijn ingediend door achtereenvolgens de lokale dorpenpartij, D66 en het CDA. Ik wil graag mevrouw Tonen uitnodigen om de eerste vraag te stellen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Lokale dorpspartijen heeft de volgende vraag. We hebben een vraag over de verkeersveiligheid op de Kraaienberg, de 83e straat. Met name in de avonduren, daar staat dan staat hartstikke volgeverkeerd met auto's. En dan levert dat daar toch iedere keer weer gevaarlijke situaties op. Dus het verzoek aan de wethouder om daar eens naar te kijken. Dank u wel, mevrouw Toon. Het woord is aan de heer Engels. Voorzitter, de klacht is ook bij ons bekend. We hebben daar ook actie op ondernomen. Dank voor uw aandacht daarvoor. We hebben in eerste instantie proberen we met de brief de directe aanwonenden in de 83e straat te informeren over het feit dat hoe zij parkeren eigenlijk niet verstandig is. Met name fietsers hebben daar last van. En als het zo is dat wij fysieke maatregelen moeten nemen, is dat een vervolgstap. Maar we hopen dat we met gewoon nog eens een keer op wijzen hoe de situatie daar is met die vernauwing. We
daardoor aan de zijkant of nou gewoon een fietsstrook is, dat ze die ook moeten respecteren. Zeker op een meter of 20 van die strook niet moeten parkeren. We hopen dat het op deze wijze lukt, anders zullen we dan de fysieke maatregelen moeten ondersteunen. Heeft dat? Dank u wel, wethouder Engels. Is dit antwoord naar tevredenheid, mevrouw Tonen, van een lokale dorpspartij Dun? Ja, luister in de boel, dat zou ik luisteren. Dat zou ik ook niet doen met dat soort mannen. Hij is wel weer te liggen. Zo nodig als ik dat hier vandaag. Op het waar eind zou ik graag willen reageren, als het nodig is, zet dan weer de kruis, hè. Dat het in ieder geval gegarandeerd veilig is voor de fietsers, want dat is wel heel belangrijk. De eerste stap die we zullen doen, is natuurlijk geen banden langs dat stuk te maken, waardoor we ook kunnen vaststellen, hier is verboden te parkeren. Dan hebben we ook een basis om op te handhaven. Dat was de vraag van de lokale dorpspartij. We gaan door met de vraag van D66 over de drukte van de sprinter. Ja, dank wel voorzitter. Ik lichtte aan de wethouder de aandacht graag het volgende. Wij zijn een bang voorstander van goed contact met NS. Dat was D66 ook regelmatig gedaan. Goed, we kunnen het niet alleen. Wat je nu ziet is dat er een onaanvaardbare situatie ontstaan in de ochtendspits richting Nijmegen. Al aantal keren zullen NS ook naar ons toe, naar D66 toe, beterschap beloofd. Alleen we kunnen geen eisen van handen breken. Wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld afgelopen maandag in de sprinter tussen de 1500 mensen moesten achterblijven op de grond omdat ze niet mee kunnen. Steeds wordt de beterschap beloofd en ik begrijp ook dat er per half december iets zal gaan verbeteren, maar ik denk dat het tijd wordt dat als raad nu een sterk signaal geven, ook naar de NS, dat het niet zo kan zijn dat er in de ochtendspits als mensen in Nijmegen aan het werk moeten achter die vervolgens vrolijk kerk voorbij gaan. En ik zou de wethouder willen vragen een sterk signaal te geven naar de NS, naar de directeur uit te leggen. Voorzitter, dat willen we zeer zeker doen. Ik hoop voorlopig dat wij met de dienstregeling, de nieuwe dienstregeling die komend weekend van start gaat, meestal dat ik alle landen kunnen lezen, dat schijnbaar, en ik druk me zo uit, want zekerheid weet ik pas als het zo is, dat er dubbeldekkers worden ingezet in de drukkerspits in de ochtend en de avond. Dat zou NS toegezegd hebben aan de Gelderlander die erop gereageerd. Ik hoop dat dat zo is. Ik heb vanmorgen met de heer Barry Kern, groeplid van Rover uit Nijmegen, ook erover gesproken. Want zij houden het ook nauwlettend bij dat we daar ook gezamenlijk in optreden en elkaar informeren om ook dat signaal naar NS te kunnen afgeven als gemeenteraad van Wien. Kort een reactie voorzitter. Ja, heel kort. Kijk, het is wel zo vaak dat NS heel wat beterschap beloofd en vervolgens gebeurt er niks. Ik zou echt willen vragen als wethouder om het signaal heel sterk naar de NS af te geven. Niet alleen naar boven toe, maar ook rechtstreeks naar de directeur, de districtsdirecteur Arnhem-Bleken. Ik zie de wethouder in stem aan het knikken, dus dat gaat ook op die wijze gebeuren. De derde vraag is afkomstig van het CDA. Meneer Hendricks gaat deze stellen. Dank u wel, voorzitter. Ik was maandag met een klein chemisch afval op wat van het milieu staat. Om het eraf te leveren en daar zei de man, de medewerker van, dan moet u bij het medewerker zijn. Nou nu, ik ging met mijn spulletjes naar de medewerker en wat hing daar op een papiertje. Voor gemeente, voor KCA, ofwel kleinkindsafval, moet u bij de milieustraat zijn. En ik dacht, hé, dat lijkt een beetje een kastje van de muurversen. Dus ik vraag me af of daar een oplossing voor is in het belang van onze inwoners. De conclusie is dat er toch nog gelukkig heel veel gescheiden wordt ingezameld. Want ook het signaal was bij ons gekomen. 1 januari is het op de Milieustraat. En dan wordt, als de aandeelhouders akkoord gaan, de Milieustraat ook langzaam omgevormd op die regionale Milieustraat die al lang beloofd is. Dus vanaf 1 januari bij de Milieustraat tot 1 januari. Ja, tot. Tot en met de 31ste, is het nog op de gemeenteweg. Daar was gewoon de traditionele miscommunicatie. Dat bordje had daar moeten hangen vanaf 1 januari in het ding er al. Dat is wel proactief, hè? Dat klinkt onheilspellend, traditionele miscommunicatie. Dat kan ze nou toch, hè? Maar je komt er meer aan boord. Dan nog een vraag, ik denk voor het al eens. Het gaat over de bushaltes op de Gaasseweg, ter hoogte van de Huurlingse Dam en Dienen. Maar je ziet dat de fietsers hun fietsen parkeren tegen de palen van de weilanden of vastmaken aan lantaarnpalen. Dat geeft een enorm rommelig aanzicht. Ik weet dat dat niet onze verantwoordelijkheid is.
dat dat bij het bordje op het bordje van de provincie ligt. Maar ik vind wel dat we dat zoiets eigenlijk niet zouden moeten tolereren. En ik vraag de wethouder dan ook of er een mogelijkheid is om de provincie op zijn taak te wijzen dat dit soort zaken worden opgelost. Wethouder Engels. Voorzitter, dit is toeval. Van de week heeft een Libische burger datzelfde ook gemeld bij de afdeling. Daar hebben we op gereageerd. Er is contact geweest met de provincie. Dan zullen we met foto's en de teksten datgene wat u aangeeft onderbouwen. En de provincie heeft ook toegezegd om daar dan ook op te reageren in het fonds van het stallen op het plaatsen van fietsklein. Ja, zijn we bezig. Dank u wel. Dan zijn we daarmee ook aan het einde gekomen van het vragen half uurtje. Die een beetje korter mag duren. Agenda punt 3, het vaststellen van de agenda. Zijn er nog aanvullingen of wijzigingen op de agenda? Mevrouw Jamin. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid was van plan een motie van afkeuring in te dienen. Ik heb begrepen dat het college en de burgemeester nog niet voldoende tijd gehad hebben om het rapport van de ombudsman te lezen. Ze hebben morgen bovendien een gesprek met de ombudsman. Wij zijn bereid om die motie van afkeuring aan te houden tot wij verdere informatie en ook de wederhoor van het college gehoord hebben. Dank u wel. Wie verder nog ten aanzien van de agenda? Ja, dank u wel. De lachtige motie op het schap van de Broosland, waar nog over moest stemmen. Ik zou er een leuk dictum bij bedenken, heb ik gedaan, dus die wil ik ook aan het eind in stemming brengen. Motie met het, als onderwerp? Zonder motie moet maar. Ja. Dat is een zonder koning. Een zonnige motie van D66. Wie verder? Akkoord, dan kunnen we dus constateren dat de motie van Voorzitter, ik had gedacht dat onze motie op de agenda zou staan, maar we willen graag een motie over burgerparticipatie invoeren. Ja. Akkoord, dan nemen we deze beide moties, dus de zonnige motie van D66 en motie burgerparticipatie, nemen we mee van sociaal. Agenda punt 4. Vaststellen van de notulen van de openbare raadsvergadering van 11 oktober 2012, 1 november 2012 en van de bijzondere raadsvergadering van 16 november 2012. Er is één correctie binnengekomen op het verslag van 1 november 2012. De inspreker, de heer Ben Hendricks, heeft de volgende wijziging doorgegeven. De heer B. Hendricks spreekt in met betrekking tot het tarief van ondergrondse verzamelcontainers. Hij vraagt de Raad het variabele tarief voor gebruik van een verzamelcontainer drastisch lager vast te stellen. Dit tarief zou vastgesteld moeten worden, uitsluitend op basis van frequentie van lediging en niet op basis van volume of gewicht. Kunt u met deze wijziging instemmen? Zijn er van uw zijde nog eventuele opmerkingen? Dat is niet het geval. Dan is het verslag daarmee ook gewijzigd aangenomen. Agenda punt 5. Afdoening van ingekomen stukken. Zijn er stukken die de raadsleden willen agenderen voor de volgende vergaderingscyclus? Ik zie mevrouw Tome heel duidelijk nee schudden. Ik zit bij de andere, bij mijn buurvrouw die dat ook. Verder niet, dan kunnen we daarmee dit agendapunt dus ook afdoen. Agenda punt 6. Mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit het college? Kijk eens even recht tegenover mij. Zijn die er, heren? Niet. Ik hou al van mensen die nee schudden, van vergadering. Dan schiet het lekker op in dit geval. Dus ook agenda punt 6 is daarbij gepasseerd. Agenda punt 7. Het aanbieden van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie van de Raad van Wiegen. Dat is onderwerp realisatie, de rotonde schoenhaker, Roezigsestraat. En dit rapport wordt aangeboden aan de voorzitter van de Raad door de heer Rozenboom, Wim Rozenboom, voorzitter van de Rekenkamer. Ik nodig u graag uit om een korte toelichting te geven. Dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen, raad en college. Op 10 mei 2012 heeft uw raad een motie aangenomen waarin de Rekenkamercommissie wordt verzocht in onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken in de financiering van de rotonde schoenhaker Roezigse Straat. Vanaf dat moment heeft de Rekenkamercommissie een aantal stappen ondernomen. Allereerst hebben wij vertegenwoordigers van alle raadsfracties uitgenodigd voor een gesprek over de vragen die de raad met het onderzoek graag beantwoord zou willen zien. De input vanuit dit gesprek dat plaatsvond op 13 juni
2012 is meegenomen in het opstellen van een onderzoeksopzet. Vervolgens is de uitvoering van het onderzoek gegund aan een extern bureau, Nekker van Naam. Nadat bureau Nekker van Naam tot een conceptversie van de rapportage was gekomen en vastgesteld in de rekenkamercommissie, werd dit concept aangeboden aan het college om te komen tot een inhoudelijke reactie op de feitelijke juistheid van het rapport. Hier kwamen een aantal opmerkingen uit naar voren die bureau Nekker van Naam op adequate wijze heeft verwerkt. De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn vervolgens op 29 november 2012 met de vertegenwoordigers van de fractie besproken. Met de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen. Daarna heeft de Rekenkamercommissie het rapport definitief vastgesteld. Tijdens het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie bewaakt dat de onderzoeksvragen uit de onderzoeksopzet op een bevredigende manier beantwoord werden door Nekker van Naam. Als gehele Rekenkamercommissie constateren wij dat dit inderdaad het geval is. Wel nu, het is nu aan u, gemeenteraad, van Wijchen, om een oordeel te geven over dit rapport. Ik spreek de hoop uit dat u in discussie gaat met het college en dat u daar de bevindingen zoals in het rapport beschreven met hen bespreekt. Zoals u weet, is het niet aan de Rekenkamerleden, Rekenkamercommissieleden, een mening over dit rapport te hebben. Wat betekent dat zij zich in de discussie, als wel in de pers, afzijdig zullen houden. Ik wens u veel wijsheid bij die discussie toe. En graag bied ik dan ook het rapport aan de voorzitter van deze raad aan en tevens wordt het aan u uitgedeeld. Succes. Dank u wel, meneer Rosenoom. Ik ga de heer Bijs staan. Hartstikke goede zaken. Mag het zo onbeleefd over gaan? Dank u. Het rapport is zojuist aan mij uitgereikt en ik zie dat u in schriftelijke vorm deze ook nu als raad krijgt. We hebben met elkaar afgesproken dat de inhoudelijke behandeling van deze rapportage, dat die in de eerstvolgende raadsdienst gaat plaatsvinden. Dat betekent dat we met een informatieavond op donderdag 10 januari zullen gaan starten en dat raads- en commissieleden en andere belangstellenden vragen kunnen stellen aan de Rekenkamercommissie en onderzoekers. Dat is de eerste stap die we daarin achter. Ik neem aan dat ik naar het volgende agendapunt mag gaan kijken. Dat wordt ook met bijzondere aandacht gevolgd door de plusklas. Het renovatieplan sportaccommodaties. Oftewel afgekort in de wereld van afkortingen RSA. Er worden 3 amendementen ingediend en dat betekent ook dat ik de indieners daarvan als eerst in de gelegenheid zal stellen om dat amendement ook in te gaan dienen. Maar voordat ik dat ga verzoeken, een korte samenvatting. En deze samenvatting die spreek ik uit, vooral ook voor de mensen op de publieke tribune, dat men een idee heeft waar wij zojuist over gaan praten en uiteindelijk ook over gaan beslissen. Maar bovenal ook voor de mensen die via de Wijchense tv zijn bijgeschakeld bij deze raadsvergadering, dat men iets meer achtergrondinformatie ook ontvangt over het onderwerp wat we zo gaan behandelen. Samenvatting is als volgt. De raad heeft op 6 oktober 2011 het investeringsplan sportaccommodaties besproken en met een motie verzocht om een gewijzigd investeringsplan. Het college heeft de raad vervolgens het renovatieplan sportaccommodaties, dat RSA, aangeboden. Tijdens de informatieavond op 20 september 2012 en de bespreking in de commissie inwonerszaken op 27 september 2012 is door diverse sportclubs en stichting Groene Grasvelden ingesproken. Kern van hun betoog is dat kleine sportclubs het onredelijk vinden om in die mate mee te gaan betalen aan renovaties bij grote clubs met veel tussen haakjes kunstgrasvelden, zoals berekend in het RSA. En ten tweede, sportclubs het onredelijk vinden om het al dan niet bezitten van een kantine als criterium mee te wegen in de eigen bijdrage per lid. In de commissievergadering is de vraag opgeworpen
of de eigen bijdrage gedifferentieerd moest worden naar aantallen jeugd- en volwassenleden per club. In deze beslisnota komt het college tegemoet aan de kritiek en verdelen we de totale eigen bijdrage van de gezamenlijke sportclubs evenrediger over de afzonderlijke clubs. Ik zou graag D66 willen uitnodigen om te starten. Ja, dat wil ik. Als eerste zijn wij blij dat er nu eindelijk een beleidsvoorstel ligt voor de renovatie van sportaccommodaties. Jarenlang is dat veel te ad hoc gebeurd en dat vinden wij niet de manier waarop je dat hoort te doen. De sportaccommodaties die liggen er wel uitzonderlijk goed bij en daar mag je dan wel weer trots op zijn. 2 jaar lang hebben we gesproken over dit voorstel en 2 jaar lang is de wethouder op pad geweest om bij de clubs met een solidariteitsbeginsel een overeenstemming te krijgen over de invulling van het beleid. Wij vinden het erg jammer dat dat niet gelukt is. Wij vonden het voorstel, zoals het in eerste instantie er lag, helemaal geen slecht voorstel. Het gaat uit van het solidariteitsbeginsel en dat betekent dat de een wat meer betaalt en de ander wat minder. Maar het gaat om de gemeenschap en het gaat om onze sportende inwoners. En toen gebeurde er iets vreemds. We hadden een commissievergadering en die was vrij rommelig. Er kwamen in één keer allerlei voorstellen uit het publiek, van Stichting Groene Grasvelden, van de sportclubs. De ene sportclub had een ander voorstel dan de ander. En een van de zaken die daar werd genoemd was dat het oneerlijk zou zijn dat clubs met alleen maar natuurgasvelden net zoveel zouden bijdragen als clubs met alleen of met één of meer kunstgasvelden. Die uitspraak is nergens gefundeerd gebleken. Daar ligt niks onder. Die uitspraak is alleen maar toen in die commissievergadering gedaan. En we hebben daar ook geen onderzoek naar gepleegd. Dus de wethouder heeft het voorstel teruggenomen en heeft gezegd, ik kom er later op terug. En nu ligt het dan opnieuw voor. Het voorstel dat nu voor ligt, noem ik eigenlijk het kriebeltruivoorstel. Toen mijn kinderen klein waren, had ik altijd 1 setje kleren waarvan ik graag wilde dat ze het aandeden. En hoe deed ik dat dan? Ik pakte dat setje kleren uit de kast en de kriebeltrui. De trui waar ze een hekel aan hadden, die ze niet aan wilden doen. Dus ik heb nu 3 voorstellen van de 2 zo weggestreept kunnen worden. Die kunnen allemaal niks. Dus er blijft 1 voorstel over. En de teneur is dan een beetje, dan hebben we tenminste iets. Want blij zijn we volgens mij allemaal niet bij. Feit is dat alle clubs hebben aangegeven dat ze de contributie gaan doorrekenen naar de leden. Dus bij alle clubs wordt de contributie hoger. Dat hebben ze, dat staat niet in het voorstel, maar dat hebben clubs hier bij het inspreken aangegeven. Dat hebben ze ook bij ons in de fractie aangegeven. Alle clubs gaan die ledenbijdrage doorrekenen, want ze kunnen dat zelf niet opleggen. En daar begint het bij mij te wringen. Want als dat zo is, als al die clubs de bijdrage gaan doorberekenen, dan creëren wij als gemeente dus ongelijkheid. Want dat betekent dat als je straks gaat voetballen bij een club met kunstgas, je meer contributie moet betalen dan als je gaat voetballen bij een club met niet kunstgas. Dat is een natuurgasveld. Een ander argument is dat er zijn clubs die hebben maar 1 kunstgasveld. En omdat ze dus 20% van hun velden kunstgas is en 80% natuurgas, worden zij toch als een kunstgasveld benaderd. Dat is raar. Daar zit ook geen differentiatie in. En ja, dan zou je ervan kunnen zeggen, dan moet je dan ook over nadenken. Als het uitmaakt of je kunstgas hebt of natuurgas, dan maakt het ook uit of je van de 5 velden er 5 kunstgas hebt, of 3 van de 3 zoals de hockeyvereniging heeft, of 1 van de 3 zoals volgens mij bij AWC is gehad. En daarbij komt ook nog dat als je een kunstgasveld niet zou hebben als club, dan heb je dus meer velden nodig. Dus 1 kunstgasveld is vergelijkbaar met meer dan 1 natuurgasveld. Voor het aantal kinderen en mensen wat ook kan spelen. Want daar is geen rekening mee gehouden. En als je dan ziet dat het ook nog heel gek is dat de atletiekbaan dan niet als een kunstgasbaan wordt meegerekend, en dan snap ik het voorstel niet meer. En dan denk ik, de wethouder is 2 jaar lang op af geweest met een goed voorstel. En jij kreeg de handen niet voor elkaar. En wij stappen daar dan in één keer vanaf en gaan met een ongefundeerd voorstel, wat in 3 weken tijd even is gemaakt, gaan wij akkoord. En dat vind ik jammer. Dat vind ik echt, dan denk ik, ja, gemiste kans.
Dus wij hebben een amendement waarin wij jullie oproepen om het punt te veranderen in dat die bijdrage hetzelfde blijft. Of je een kunstgas hebt of dat je een kroongas hebt. Het bedrag, dat is even lastig, want ik begrijp dat de PvdA ook nog met een amendement komt over het bedrag. Het bedrag was ook in de commissievergadering nog niet helemaal helder. Dus het bedrag wat hier staat vind ik op zich niet zo interessant. Maar het gaat er mij om dat we met elkaar om eens keer nadenken of het wel zo eerlijk is om die differentiatie puur samen op dat kunstgas, niet kunstgasveld, om dat daar aan te hangen. Dus dat is het eerste amendement. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Het tweede amendement bij ons, en dat hebben wij in de commissievergadering ook al aan de orde gebracht, is dat wij een aantal jaar geleden hadden wij hier een wiegje de jeugdsportsubsidie. We vonden het allemaal heel erg jammer dat we dat van de baan hebben moeten schuiven, maar dat kon niet, we konden niet meer betalen. We hebben keuzes in gemaakt. Met dit voorstel ligt er voor ons een mogelijkheid om eigenlijk een stukje jeugdsportsubsidie terug te brengen. Namelijk door te zeggen, we hebben daar een uitgebreid rekenvoorbeeld bij zitten voor jullie, omdat het vorige konden we naar ons idee niet goed uitgelegd krijgen. Waarbij je zegt, clubs met heel veel, relatief veel jeugdleden, hebben uiteindelijk een mindere bijdrage dan clubs met heel weinig jeugdleden. Dus dan wordt het voor een club interessant om veel jeugdleden te hebben. Nou, wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Dus dat zijn onze amendementen. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Tot zover. Dank u wel, mevrouw de Van. Ik nodig graag de Partij van de Arbeid uit. Mevrouw Jan, nu is het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, veel is natuurlijk al gezegd door mevrouw de Van van D66. Want het is een dossier dat inderdaad van zoveel versie ingaat. De Partij van de Arbeid vindt het wel belangrijk dat er onderhands duidelijke afspraken gemaakt worden. Maar we betreuren het tegelijkertijd dat de clubs niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de wethouder. Aan de andere kant hebben we ook wel begrip voor de argumenten voor zowel de grote als de kleine clubs. Maar toch zien wij het feit dat ze onderling niet tot overeenstemming konden komen als een gemiste kans voor de clubs. Echt een grote gemiste kans. We denken wel dat als er een totaaltarief komt, als hoogste tarief, dat dit 15 euro zou moeten zijn. Wij stellen voor om de eigen bijdrage van de kleine clubs vast te stellen op 7,50 en die van de grote clubs terug te brengen naar 15 euro. Dat betekent wel dat er 6.500 euro minder bezuinigd moet worden. Maar ik denk wel dat je dan bij alle clubs draagvlak hebt. En het wordt toch tijd dat we dat een keertje krijgen. Waar we die extra kosten uit willen dekken, uit het amendement dat we hierover indienen, die kunnen misschien gevonden worden door het iets opschuiven van het grote onderhoud van alle velden. Dat kan met de wegen, dus waarom zou het met de velden niet kunnen? Je schuift alles een klein stukje naar voren. Het kost je net iets minder en daar zijn deze kosten dan ook mee gedekt. Tot zover een eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Jamin. Wie mag ik uitnodigen in de raad om te reageren? Mevrouw Van Haren, van CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. En welkom jongens en meisjes van de plusklas. Ik wil eerst een heel klein hobbeltje maken voordat ik naar de veldwinbaas ga. Dat is namelijk de schaatsbaan die er buiten ligt. We hebben hier buiten een geweldige schaatsbaan liggen en dat roept ook op dat we allemaal onze schaatsen uit het vet halen. Het gaat morgen ook sneeuwen, dus we krijgen vorst. Maar niet iedereen kan schaatsen. Onze nieuwe voorzitter, burgemeester Heij, die kan ook niet schaatsen. Dat hebben we kunnen lezen in een interview. En om hem van harte welkom te heten, hebben we een klein cadeautje voor hem. En dat hebben we samen geregeld met wie geschaatst. Wat het precies niet met het renovatieplan van doen heeft. Dat heeft te maken met het feit dat wij vinden als CDA dat iedere wiegse inwoner gezond moet zijn en dat sporten daaraan bijdraagt. Nou, ik had hem even iets anders geïnterpreteerd. Er staat namelijk op voor de kijkers thuis, de gratis één privéles.
Nou, als Verheijen, deze Verheijen in ieder geval één privéles op de straat heeft gehad, dan is de ijsbaan aan de renovatie. Dat is volgens mij wel de relatie. Ja, ik had begrepen dat er weinig verkeer op kan, dus misschien zou die iets beter kunnen, de les. Maar goed. Beste mensen, even zonder gekheid. Sporten is gezond, leuk, het zorgt voor minder overgewicht. Je krijgt er energie van en het is goed voor geest. Zoals ik net al zei, wij vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond blijven en dat we dus zorgen dat ze kunnen sporten. En dat kan met de prachtige accommodaties die we hebben. We hebben zowel binnen en buiten fantastische accommodaties, maar die moeten we ook in stand houden. En dat in stand houden kost geld. En dat is in deze tijd niet makkelijk, want het gaat steeds slechter financieel. Voor de verenigingen is de boodschap niet leuk. En voor de verenigingen betekent het dat een bijdrage van ze verlangd gaat worden van 1/3. 1/3 voor kunstgrasvelden en grasveldsporten. Er is inmiddels veel over gesproken, zoals mevrouw Dauphin zei, en er is inspraak geweest door de sportclubs. Het is jammer dat er niet een compleet draagvlak is gekomen, maar de meeste verenigingen zijn met dit voorstel tevreden. Want beste mensen, we zijn gestart met een bijdrage van 25 euro per lid. En dat is nu dus verlaagd naar 17,50 voor kunstgras en 7,50 voor grasveldclubs. Inmiddels zijn dus de meeste verenigingen tevreden. Wij vinden de uitgangspunten zoals die nu liggen in dit beleidsplan transparant en wij vinden de verdeling eerlijk. Wij zullen voor optie 2c kiezen. Dit is volgens ons een redelijke verdeling en de meest werkbare optie. Op het moment dat we het voorstel van D66 gaan steunen, zouden steunen om te gaan naar een tarief van 12 euro, dan gaan de clubs met grasvelden onevenredig veel bijdragen ten opzichte van de renovatielast. Wij zullen dat dus niet steunen. Verder vinden we het ook niet verstandig om opnieuw een onderscheid te maken tussen jeugd en volwassenenleden. We hebben voor een paar jaar terug de jeugdsportsubsidie afgeschaft. En we zullen dat nu niet weer invoeren. Een tarief per lid betekent dat de club aangeslagen wordt voor een bepaald tarief per lid. En dat betekent dat de club zelf kan bepalen hoe zij die lastenverzwaring kan opvangen. Dat kan zijn door middel van contributieverhoging. Het kan ook zijn dat het kopje koffie in de kantine een kwartje hoger wordt. De club is daar zelf verantwoordelijk voor. Maar wij vinden het ook belangrijk dat naast dit renovatieplan dat er een start gemaakt wordt met een renovatieplan voor de binnensportaccommodaties. Wij hopen dan ook dat de wethouder duidelijkheid kan geven wanneer hij start om inzicht te geven in de kosten van de binnensportaccommodaties. Wij gaan niet akkoord met de amendementen zoals die nu voorliggen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Van Huijden. U mag ik verder uitnodigen. Mevrouw Van den Bos van Sociaal Beheer. Dank u wel, voorzitter. Uitgangspunt in de beslisnota is 1/3 deel van de renovatiekosten moet door de clubs gedragen worden. Het advies van het college is 17,5 euro voor de grote clubs en 7,5 euro voor de kleinere clubs. Maar dat is niet de 33% van de werkelijke kosten. Kleine clubs betalen meer dan wat de renovatie kost. Maar door deze clubs te steunen kun je de jeugd in de kleine kernen houden. En als er geen mogelijkheid tot sport is, dan trekt de jeugd naar elders. Bijvoorbeeld naar Nijmegen. Sport is een onderdeel van de leefbaarheid. En dit treft vooral de jeugd, maar ook een deel voor de volwassenen. Sociaal Wieken is van mening dat er voor iedere club apart berekend moet worden hoeveel 1/3 deel van hun renovatiekosten zijn. Dat vinden wij handelen op basis van gelijkheid. En niet de vaste bedragen voor grote en kleine clubs. En op deze manier is de rekening niet fraude gevoelig, omdat er een vast bedrag per club gerekend wordt. En niet op basis van het aantal leden per club. En daar hoeft dan ook geen controle plaats te vinden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Bos. Wie mag ik verder uitnodigen? De heer, ja, mijn ogen zijn nog niet zo scherp dat ik het naambordje van deze volgorde moet lezen. Excuus. Laat gaan. Mijn naam is Goldboeren. Ja, tijdens de commissie en vele vergaderingen hebben we al over dit onderwerp gesproken, maar ik wil toch nog even vaststellen dat wij ontzettend mooie accommodaties hebben en dat we die ook zo moeten houden. Ik ga de commissievergadering niet open doen, maar er komt duidelijkheid voor de clubs met het plan. Wij hopen op voldoende draagvlak bij alle clubs.
en de eigen bijdrage moet redelijk zijn. Hoe die clubs die eigen bijdrage financieren, dat is aan hun. En met name aan hun ledenraad. En dan kun je natuurlijk wel zeggen dat we doen het in de contributie, maar de ledenraad beslist daarover. En die kunnen het via sponsoring of barmzet doen. Dat hoeft dus niet per se per lid in de contributie. Wij steunen de moties van D66 en van de Partij van de Arbeid niet. Tot zover. Dank u wel, meneer Godhoorn. De heer Timmermans, de lokale dorpspartij Jung. Nou, mijn naam is Timmerman. Voorzitter, welkom bij Sportend Wiegen. Door in te stemmen met deze beslissnota slaat Wiegen de weg naar verdere zelfstandiging van de buitensportverenigingen in. Zoals u weet is lokale dorpspartijen groot voorstander om de Wiegense buitensportverenigingen te privatiseren. De stap die nu genomen wordt draagt daaraan bij. Zelf de broek ophouden is ons advies. De clubs gaan nu gedeeltelijk meebetalen aan de renovatiekosten van de velden. En daar gaan wij heel erg mee akkoord. Gezien de financiële en de positieve balans waarbinnen onze gemeente zich begeeft, is de betalende bijdrage in 2013 betrekkelijk laag gebleven. De keuze om te kiezen voor 7,50 en 17,50 per speler lid is op dit moment de uitkomst van een langdurig gaande procedure. Sinds 2 jaar stoeit onze wethouder met de buitensportverenigingen over dit dossier en het uiteindelijke raadbesluit zal niet door iedere buitensportvereniging omarmd worden. Echter, de toekomst zal uitwijzen of de Wiegense buitensportverenigingen sterk genoeg zijn om op eigen kracht de renovatiekosten te betalen. De reeds eerder beknotte binnensportverenigingen van Wiegen weten inmiddels niet beter dat ze zonder een bijdrage vanuit de gemeente toch overeind blijven. Voor het jaar 2013 vragen we aandacht voor de accommodatiebezoeken die er bij de gemeente liggen. Onze prioriteit gaat uit naar de Jozen uit Balgooi, gevolgd door Sportbouwmuziek, die graag een derde kunstgrasveld willen aanleggen om haar leden verder optimaal te kunnen laten sporten. De aanvraag van tennisclub Harava kan meegenomen worden in het besluit om in Berg Haren de discutabele en geldzuchtende sporthal te realiseren. Het abonnement van D66 begrijpen we niet meer akkoord. En met, voor de PvdA, daar staan wij sympathiek tegenover. Dank u wel. Meneer Timmerman, u gaf aan het abonnement van D66, maar er liggen er 2 voor. Ja, allebei niet. Beide niet. Beide niet. Staat gemarkeerd. Van Kernachtig Wiegen, mevrouw Van Impen. Dank u wel, meneer voorzitter. Kernachtig Wiegen vindt het heel erg belangrijk en goed dat dit voorstel er nu ligt. We wilden heel graag een voorstel wat meer eerlijkheid in de buitensportaccommodaties zou waarborgen. En het is 1,5 à 2 jaar zijn we mee bezig geweest. En nu lijkt het inderdaad alweer eigenlijk een beetje hetzelfde wat daar buiten gebeurd is. We zijn bijna rond en dan begint iedereen weer te schuiven en te kriebelen van inderdaad die kriebeltrui. Hoe gaan we dit doen en welke keuzes gaan we maken? Wij hebben daar heel goed naar gekeken. We hebben heel veel overleg gehad met allerlei verenigingen en instanties en denken dat hier een gedegen voorstel ligt. Een voorstel waarbij de kleine clubs leefbaarheid blijven en waar de grote clubs gewoon een financieel gezond plan ligt wat ze kunnen dragen. Dat vinden we heel erg belangrijk. En naar D66 toe hoe dit plan gebaseerd is. Dit is gebaseerd op hele gegronde berekeningen. Berekeningen die te maken hebben met het kunstgrasveld. Eerst was het over de kantine en dat was meer natte vingerwerk, omdat dat niet eerlijk was. Eerlijker is naar kunstgrasveld. Er zijn berekeningen gemaakt. Wat kost het om al die velden te renoveren? En dan te kijken naar wat dat gaat kosten en daar hebben we een verdeling op losgelaten. En dan kom je, de ene verrekening zou, als ze de kosten voor hun renovatie zou maar 4 euro zijn en voor de andere rond de 30 euro. Een heel groot verschil. Wij denken dat er nu een goede balans is gevonden. Natuurgrasvelden 7,50 euro, kunstgrasvelden 17,50 euro.
Wij denken dat het heel reëel is en ook heel voor alle partijen dat die hier het belang bij hebben dat dit zo goed geregeld is. Verder wil D66 weer oneerlijk, naar ons idee oneerlijk gebruik maken van, door weer met de jeugdsport te gaan. Nu zouden gedeeltes, grote clubs met veel jeugd, die zouden nu weer voordeel hebben, maar andere zaalsportverenigingen, andere tennisverenigingen, daar wordt de jeugd dan weer niet bij gekort en de volwassenen extra belast. Dus denk ik, gaan we zelf weer een oneerlijkheid inlassen en daar zijn we dus niet voor. Verder zegt u van, nou, de verenigingen die gaan het doorberekenen naar de contributie. Ik denk dat als eenmaal dit besluit duidelijk is en er gewoon duidelijkheid en rust op dit vlak heerst, dat de verenigingen best wel creatief zijn. En voor de ene vereniging zal het zo uitvallen en bij de andere zo. Maar nu zijn de contributies ook niet overal hetzelfde. Dus u kunt daar zelf als sporter voor kiezen. Wil ik bij die vereniging of wil ik bij die vereniging? En dan kunt u vrij, bent u vrij om te kiezen. Wat betreft het Partij van de Arbeid over die 15 euro en 7,50 euro voor de natuurgrasvelden en de 15 euro voor de kunstgrasvelden. Daar maakt u ook weer een onderscheid. U zegt dat u daarmee draagvlak creëert. Maar dat is niet zo, want de grote verenigingen die hebben gezegd, wij willen allemaal 15 euro. Wij willen dat iedereen, groot of klein, 15 euro gaat betalen. Nu denkt u van, oh, dan gaan wij op die 15 euro zitten van die grote verenigingen, want dan is het draagvlak. Nee, want ze willen dat iedereen gelijk behandeld wordt. En, en daarom bent u naar die 15 euro, maar dat is niet wat de grote verenigingen willen. Die willen allemaal gelijk. En dan zou er sprake zijn van draagvlak. Dus wij denken dat ook met uw voorstel niet een draagvlak gecreëerd wordt wat we bedoelen. En dit is in eerste instantie. Dank u wel, mevrouw Van der Put. Ik kijk nog even naar D66, of men wil reageren op het amendement van de Partij van de Arbeid. Nou, ik wil in eerste instantie even onze amendementen van tafel halen. Want ik proef dat daar heel weinig animo op is, dus dat lijkt me niet meer aan de orde. Ik ben zelfs niet benieuwd naar de mening van de wethouder. Nee, dat is niet zo. Wij zijn tegen de voorstel, dus het amendement van de PvdA is dan ook niet meer aan de orde. Mevrouw Jemenia, dan hoef ik ook niet meer uit te nodigen om te reageren op de amendementen van D66, want die zijn inmiddels dus ingetrokken. Mag ik desalniettemin wethouder Engels uitnodigen om te reageren op de voorliggende amendement? Nou, dat gaat helemaal goed, mijn kinderen. Jullie mogen wel lekker lang opblijven zo, hè? Ja. Gaat het gang, wethouder Engels. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik het kort kan houden, omdat uiteindelijk binnen de raad toch een meerderheid is voor het collegevoorstel. En waar ik op zich dankbaar voor ben in die zin, we hebben er met elkaar wel 2 jaar over gestoeid met elkaar. We hebben elke keer weer opnieuw datgene wat voor lag geamandeerd, aangepast, gewijzigd. De sportverenigingen hebben daar ook hun eigen bijdrage in gedaan. En de voorlaatste commissievergadering, dat was uiteindelijk ook waar u als commissie aangaf het argument van gelijkelijk verdelen vanuit een solidariteit, daar stappen wij vanaf en we zoeken de verdeling naar de kosten per sportpark. En uiteindelijk heeft het college gemeend om een onderscheid te maken in sportparken met alleen natuurgrasvelden en sportparken met alleen kunststofgrasvelden. En in tegenspraak van hetgeen wat de afgevaardigde van D66 zegt, of dit voorstel ongefundeerd is, dat had 2 bandbreedtes. Wat mevrouw Van der Put ook zegt, van 4 euro tot 8 euro en van 10 euro tot wel 30, 35 euro. En ik heb al eens eerlijk gezegd, het zou mij wenselijk zijn als het lukt om een voorstel te komen wat aan de boven kan maximeren. Dat was de eerste aanvang 25 euro. Met de inbreng toen de tijd van de kennis van de Stichting Groene Grasvelden hebben wij beter beschouwend gekeken naar hetgeen wat we moeten doen. Wat we kunnen terugbrengen naar 17,5 euro. Het zou mooi zijn als we die bovengrens voorlopig ook bewaken en bewaren. Omdat dat een bijdrage is die redelijk is en billig is. Die bouwen wij op in 3 jaar, dat weet u. En dan is uiteindelijk die bijdrage ook voor de vereniging, omdat het een kleine partje wordt doorgelast naar de verenigingen, is dat ook draagbaar. Hoe zij dat verder in hun organisatie vertalen, wel of niet naar contributies, wel of niet via sponsorinkomsten, wel of niet via barinkomsten, wel of niet via contributies en dan gedifferentieerd, want dat kan de vereniging zelf doen, waarbij de seniorlid iets meer betaalt als jeugdlid. Dat is aan de vereniging, daar zal het college niet in treden.
een variant, een derde van de kosten, wat ook door Sociaal Wiegje wordt aangegeven en lokale dorpspartijen geeft aan van wel 100% privatisering. Ik denk dat dat een brug te ver is. Wat gezegd moet worden, dat er verenigingen zijn, en kijk naar de tennisverenigingen, met ook veel jeugdleden, waar het wel 100% wordt doorbelast. En dat vinden we normaal. En de luxe positie van de veldsportvereniging met voetbal erop, ik denk dat het goed is als we die een heel klein beetje verlagen. Wat wij doen is redelijk, wat we doen is verdedigbaar. En wat we doen is daar in relatie tot de andere sporten ook een beetje daarin loyaliteit brengen, daarin consensus bereiken, daarin vanuit een collegiale benadering ook daar wat kosten in leggen. Voorzitter, dat is eigenlijk het enige wat ik aan wil toevoegen of over wil zeggen. Er is een meerderheid. Amendementen worden ingetrokken. Het amendement van PvdA om te komen naar 50 euro zal niet door het college ondersteund worden. Dank u wel, wethouder Engels. Dat was de reactie vanuit het college. Wie mag ik uitnodigen om het woord te nemen? Ik kijk even eerst rond hoor. Dus ik zie de hand van mevrouw Jamin van de Partij van de Arbeid. Die verder. Die heeft Timmerman. Ja, de reactie van de PvdA op de. Oh, van het college. Ik weet dat in de commissie helaas gezegd werd dat dat akkoord was. Nou, 15 euro toe. Dat is dus ook mijn reactie. Ik meende dat de wethouder in de commissievergadering toegaf dat die 15 euro zeker bespreekbaar was. Omdat het een relatief klein bedrag is wat het scheelt aan bezuinigingen. Dat het inderdaad voor meer draagkracht bij de clubs zou zorgen. Dus ja, ik vind het toch een beetje vreemde moed dat u het er nu niet meer mee eens bent. Kunt u dat uitleggen? Wethouder Engels. Voorzitter, wat ik in de commissie heb gezegd in mijn eerste termijn, gehoord hebben de eerste termijn van de diverse afgevaardigden en de inbreng van de heer Giesels en de inbreng van andere sportverenigingen, op inbreng van de heer Gats van de PvdA-fractie, kwam hij met de 15 euro tarief. Toen heb ik gezegd van, als het gaat om de sportverenigingen erbij te betrekken en niet in de tekenstandhouding te laten plaatsen, zou dat voor mij wat waard zijn, die 2,5 euro. Maar u gaat erover. En in de tweede termijn in de commissie heeft niet één, behalve de PvdA-fractie, van de fracties erop gereageerd. En de meerderheid riep toen al 2C, en dat is het collegevoorstel, 7,5, dat omarmen wij. Daarmee is voor mij de discussie over, want ik ga daar niet over. Het is uw discussie. Voorzitter, bij een mevrouw Jamin nog eerst. Dat betekent dus dat ik toch mijn collega's van de raad wil vragen, want wij hebben zeker wel overlegd met clubs. En dat bleek echt duidelijk draagvlak te zijn voor de 15 euro. Dus ja, bij deze vraag mijn collega's in de raad om daarin mee te gaan. Mevrouw Van Duijven van het CDA. Voorzitter, bij interruptie. We hebben in de commissie gevraagd om een financiële doorrekening dan. Maar dat betekent natuurlijk dat er een gat in de begroting geschoten wordt. En uit de lengte van moet die opgevangen worden. Dat was een gat van 6.500 euro, relatief klein, volgens de wethouder. En dat is te doen door wat dat betreft het onderhoud iets op te schuiven. Ook dat is in de commissie genoemd. Mevrouw Edwards van Kernachtig Wiegen. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik denk dat er gewoon, naar mijn idee, gewoon een denkfout gemaakt wordt. De Partij van de Arbeid is gaan zitten op dat de grote partijen hebben gezegd van als we allemaal 15 euro gaan betalen, dan vinden wij het oké. En daarmee denkt u dat u dan draagvlak creëert, maar ze vonden allemaal 15 euro. En dan gaat u vanuit, oh dan doen we de grote clubs op 15 euro, dan zijn ze tenminste tevreden, want daar zijn ze van uitgegaan van dat bedrag. Maar dat is koehandel. Waarom bij de grote clubs 2,50 eraf en waarom niet bij de kleine clubs dan ook? Dus wij hebben zoiets van, waarom gaan we nou in één keer weer schuiven? De grote clubs willen draagkracht als we allemaal hetzelfde betalen. Dit is niet, ook al betalen hun 15 en de andere 7,50 euro, is er nog een verschil. Waarom? Er is geen enkele motivatie om die 6.000 euro in de begroting dat gat te schieten, want dan is er nog geen draagvlak. Bij interruptie, voorzitter, dan is uw informatie is toch anders dan de onze? Want bij ons is gebleken dat het voor de kleine clubs de 7,5 euro acceptabel is en dat de grote clubs 15 euro ook acceptabel vinden. Alleen het geval dat alle anderen, maar dan is het niet reëel, wij hebben ook met die grote clubs gesproken en die zeggen wij willen dat iedereen, wij vinden het reëel als we allemaal hetzelfde betalen. En dan was het draagvlak en nu zouden we dus om die 2,50 euro gaan. Dat is heel iets anders. En zo gaan we weer schuiven. En waarom de grote clubs dan 2,50 euro minder? En waarom niet de kleine clubs 2,50 euro minder?
Omdat die vraag er niet lag. Maar zo doe ik hetzelfde. En zo zijn we al 2 jaar lang bezig. En ik denk, durf nou te besluiten. En durf nou te voor gaan staan. Wat we besproken hebben. Hier liggen berekeningen. Hier is goed over nagedacht. En waarom maak je dat besluit nou niet gewoon? Dan is het klaar. En dan kan iedereen aan de gang en kijken hoe we dit oplossen. En het is heel reëel. Er wordt iets kleins gevraagd. Het is voor de verenigingen inderdaad ingewikkeld. Maar bij andere verenigingen doen het helemaal zelf. Laten we nou reëel zijn. Het is een reële vraag. En zeker, de ander, iedereen kan het betalen. En hoe het of de lengte uit de breedte komt. Maar het is een heel zorgvuldig voorstel. Dank u wel, mevrouw Van Lint. Geen reactie, voorzitter. Nee, dat lijkt mij de enig juiste nu. Wie mag ik verder nog uitnodigen? De heer Timmerman, nu ligt iets. Wie? Goldhoorn. Het is wel de ideale manier om namen te gaan herinneren op deze manier. Dus, neemt u mij niet kwalijk dat ik die namen ook voor mezelf hard ophaal. Bent u zover dat u kunt overgaan tot besluitvorming? Ja. Ja? Zodat u ook een standvraag af. De heer Brink, D66. Ja. Nou ja, ik zit in het bestuur van... Maar misschien toch eerst even dan, voor alle duidelijkheid, er ligt een amendement voor van de Partij van de Arbeid, die ga ik eerst in stemming brengen. Nee, maar ik neem het... En vervolgens het voorstel zelf. Ook daarvoor ga ik, ook daar, ik ga eigenlijk niet staan, dat is het punt een beetje. Ik ben bestuurslid van de Stichting Exploitatie Sport en Vissen, de Exploitatie Beheer Sport en Vissen. Dus ik vind dat ik op dit onderwerp niet mag staan. Dat geldt zowel voor het amendement, als wat betreft het voorstel zelf. Nee. Voorzitter, ik wil hier toch graag op reageren. Ik vind de stellingname van meneer Brink niet juist, want hier zitten diverse leden die ook lid zijn van die verenigingen. Die zouden er ook niet mee mogen stemmen. Dus. Nee, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid en ik vind dat ik op dit onderwerp niet mag meestemmen. Dus ik onthoud mijn stemming. Ja, dat is jammer. Ik denk, u mag dat jammer vinden. Dat is uw mening. Ik denk dat het een juiste houding is. Het gaat hier om een bestuurslidmaatschap. Het gaat niet om het gewoon lid zijn van een vereniging, maar het bestuurslidmaatschap. En dan lijkt het me heel juist dat je op dat moment toch nog even verschoont van besluitvorming in deze. En, ik stel dat zeer op prijs, meneer Brink. Ik wil graag het amendement van de Partij van de Arbeid in stemming brengen. Wenst iemand, hoe bent u al snel met de briefjes? Wenst iemand een stemverklaring nog af te leggen? Dan mag ik nu gaan tellen, geloof ik, hè? Want normaliter ben ik gewoon om dan gewoon de vraag te stellen wie is voor dit abonnement. Maar ja, dan, ik zie groene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stemmen voor het abonnement. Dat is Sociaal Wiegen, Lokale Dorpspartij en de Partij van de Arbeid. En tegen zijn dus de andere partijen en daarmee... is het amendement verworpen. Dan het voorstel zelf. En dat is een, mag ik zeggen, een wat wonderlijke variant. Want we hebben bij beslispunt 2 te kiezen uit varianten. U ziet 2a of 2b of 2c. Om het ingewikkeld te maken. 2c is het voorstel van het college, voorzitter. Aannemen. Dus om het gemakkelijk te maken, want anders dan gaat er wel heel veel kaartjes hier omhoog zitten, stel ik voor om als beslispunt de formulering te nemen zoals die voor ligt, maar daarbij streep het 2a en 2b, dus alleen 2c over te houden en dat onder 2 te lezen. Ik kan het uw instemming wegdragen dat we het zo doen. Wie is dan voor dat voorstel? En daar zie ik Sociaal Wiegen is tegen en D66, mevrouw Dauphin is tegen, 2 stemmen tegen en de rest van de raad is voor. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Dank u wel. Jongens en meisjes, ging dat nou bij jullie op dezelfde manier of... veel nee, nog niet helemaal. Ik denk dat jullie nu de raadzaal gaan verlaten, of toch niet helemaal. Nemen jullie deze gelegenheid mooi om nog wat langer op te blijven? Dat is wel eigenlijk wel leuk, hè? Maar ik zie ook al wat papa's en mama's achterop staan. Dus ik vrees voor jullie dat jullie mee mogen gaan naar huis. Bedankt. Heel erg leuk dat jullie erbij waren. Bedankt. Jongens, ik had gelijk, hè? Hij heeft de hamer niet gebruikt.
eens is het misschien nodig. Ik stel voor dat we agenda punt 9 aanbreken. Uitgangspunt tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2013. Korte samenvatting. Dit voorstel gaat over de invoering van een volumefrequentiesysteem in de gemeente Wijchen. Het doel hierbij is dat de hoeveelheid restafval te verminderen, onder meer door een beter scheidingsgedrag. De doelstelling is om de komende meerjarenbegroting een reductie te laten zien van 218 kilo per inwoner naar 140 kilo per inwoner. Binnen de Marngemeente ligt het gemiddeld op 131 kilo per inwoner en worden er zelfs resultaten bereikt van 70 kilo restafval per inwoner. In 2012 is door de projectgroep DIFTA gewerkt aan de implementatie van dit systeem per 1 januari 2013. Er is veelvuldig gecommuniceerd met de werkgroep Duurzaamheid. Aan deze werkgroep nemen alle politieke partijen deel die in de gemeenteraad zitten. Alle adviezen over DIFTA, waaronder de hoogte van de tarieven en wijze van verrekenen, zijn onder andere met deze werkgroep besproken. En ik wil graag de heer Gerrits uitnodigen van Kernachtig Wijchen. Vanwege het feit dat er een motie voor ligt. De heer Gerts. Dank u wel, voorzitter. Is het de bedoeling dat ik eerst alleen de motie toelicht, of mag ik ook nog meer zeggen? En u mag dan zelfsprekend ook eens meer zeggen. Nou, wie ben ik om daar u tegen te houden? Probeer het even uit. Nou, Kernachtig Wijchen vindt dat er inmiddels goed en doordacht een uitgewerkt beleid is gemaakt voor de introductie van het nieuwe afvalinzamelsysteem. Ook de signalen uit de raad en uit de commissies zijn goed opgepakt. Kernachtig Wijchen vond het belangrijk dat de invoering geleidelijk zou gaan en dat positief scheidingsgedrag zou worden beloond en niet dat meer afval zou worden bestraft, dus in plaats van beloning. We vonden het belangrijk dat maatwerk wordt geboden voor hoogbouw en voor woonzorgcomplexen. Nou, al deze punten die zijn vertaald in de besluiten en in de verordening. Dus dat is goed werk. We vinden het ook van belang dat de kwijtscheldingsregeling van NIMA overeind is gebleven. Weliswaar het vaste tarief wordt vrijgesteld. En in die zin vinden we het ook goed dat ook voor NIMA wordt gestimuleerd om restafval te minderen. Dus het variabele tarief geldt ook voor NIMA. Ja, en dan tot slot, voorzitter, de motie die er ingediend over een extra onderzoekronde voor kliko's. Huishoudens hebben de afgelopen periode de mogelijkheid gehad om hun kliko om te wisselen. Een groene of een grijze, of een grote of een klein, alles was mogelijk. En daar is gebruik van gemaakt. Maar uit ervaringen elders hebben wij begrepen dat hoe kleiner de bak of hoe kleiner de zak, hoe minder restafval. Dat blijkt ervoor om toch nog een keer de mogelijkheid te bieden aan huishoudens om te kiezen voor een kleinere container. En dan denk ik dat die extra onrustige dus een gunstig effect zal hebben op het scheidingspercentage. En ja, daarop volgt natuurlijk uiteindelijk ook op het tarief voor de huishoudens. Dus vandaar onze motie om een extra onrustige ronde te organiseren. En dat zou dan ergens medio volgend jaar kunnen zijn. Een eenmalige mogelijkheid om nog voor een kleinere container te kiezen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gerrits. U mag het uitnodigen. We beginnen met mevrouw Tonen van de lokale dorpspartij. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de lokale dorpspartij is het eens met de beslispunten. Mensen die goed scheiden worden beloond en de vervuiler betaald. En nee, beste inwoners, u wordt niet gewogen. Uw afval wordt niet gewogen. Iedere dag komen de mensen nog bij me en als mijn buurman nog die zak bij mij in de kliko gooit. Nee, er wordt niet gewogen. De volle kliko gaat aan de straat en hoe minder dat u dat doet, des te meer spaart u. Met de werkgroep die heel goed werk vooraf af heeft geleverd, wil ik toch een compliment overgeven. Aangeven is de inbreng van lokale dorpspartijen overgenomen om toch te kijken of dat ook een papier kliko beschikbaar kan worden staat. Ik heb begrepen van een van de leden van de werkgroep en ook ondersteund door de voorzitter van de werkgroep, meneer Hendricks, dat men toch de burger de keuze wil geven als iemand een kliko wil voor het oude papier
om dat toch uit te gaan werken en mee te nemen. En dat verheugt ons heel erg, voorzitter. De motie die kernachtig Wiegje indient, daar zijn wij het helemaal mee eens. Hoe kleiner de bak, hoe groter de zaak. Ik weet niet waar. In ieder geval is een goede motie en wij ondersteunen hem nou. U heeft nog een beetje het de pakjesavond gevoel volgens mij te pakken met de grote zaak. Wie mag ik verder uitnodigen? De heer Hendricks van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, om op dat laatste aan te sluiten, als het mogelijk is, en dat is ons toegezegd in de werkgroep duurzaamheid, dat mensen op vrijwillige basis de papiercontainer per 1 januari kunnen aanschaffen, dan zouden we heel blij zijn als dat nog eens wordt bevestigd door de wethouder, want we zijn ervan overtuigd dat daarmee een groot gedeelte van het afval, zo'n 30 kilo, bestaat per jaar uit papier wat in de grijscontainer terechtkomt. Als we die papiercontainer op vrijwillige basis aanschaffen, dat we daarmee een stuk bewustzijn realiseren en nog minder afval. En nogmaals, het is ook nog heel erg aardbo-kunstig voor degene die dat op moeten halen op de sportclubs. Die niet meer met die natte dozen hoeven te sjouwen. Dan nog iets. In dit stuk staat dat er sprake is van een evaluatie over 2 jaar. In de werkgroep duurzaamheid is sprake van een jaarlijkse evaluatie. En dan zou de prijs eventueel aangepast kunnen worden als die nogal verschillen met de praktijk. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen of dat klopt en of het mogelijk is, als daar aanleiding toe is, dat jaarlijks de prijzen worden aangepast. Ja, en dan de extra, wat is het, motie? Ik heb vanavond het idee dat het een wedstrijd verplassen is wie het meeste moties en amendementen kan indienen. Ik heb zelf het idee dat heel veel moties en amendementen een beetje overbodig zijn. Ook dit dacht ik, is toegezegd al een eerdere fase door de wethouder. Natuurlijk zullen we het omarmen, maar ik denk niet dat wij die wedstrijd hier vol moeten houden wie de meeste amendementen en moties indienen. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Het woord is aan de heer Bouwmans van de VVD. Dank u wel, meneer voorzitter. De VVD is een uitermate voorstander van het principe van de vervuiler betaalt. Dat is hier en in de duurzaamheidswerkgroep uitgebreid aan de orde geweest. Daar hoeven we niet opnieuw uitgebreid over te praten. De nota heeft onze ondersteuning. 2 opmerkingen daarbij. In beslispunt 2 heeft u het over de woonzorgcomplexen. En we zouden even de aandacht willen vragen dat met name bij ouderen gekeken wordt of die wel op de beste manier van hun afval, met hun afvalprobleem worden geholpen. Want dat kan best wel eens anders zijn dan bij de gewone mensen die het 1 keer per week of 1 keer per 2 weken aan de straat kunnen zetten. Die moeten daar hulp bij hebben. Het derde punt is de kliko en het voorstel van kernachtig Wiegen. Dat lijkt ons een sympathiek voorstel. We vroegen ons even af of daar nog extra kosten mee gemoeid zijn. U kent ons, dat zijn altijd een puntje. Maar in principe zijn we hier sympathiek, staan we sympathiek op. Dank u wel, meneer Bouwens. Mag ik verder naar de heer Brink van D66. Ja, voorzitter, ik sluit het grootste aan bij de vorige sprekers. Eindelijk gaat het toch wel komen. Mag ik dan geen dichter noemen, maar doe dan toch maar. Eindelijk gaat het wel komen. 10, 15 jaar onderweg, ik. Gelukkig maar. Ik wil een compliment geven aan de wethouder, die er afgelopen 1,5 jaar ontzettend naar getrokken heeft. Nog heel even kort de motie van de kernactief, op zich prima. Als er nog een ronde komt om de ronde nog een keer iedere morgen te geven om te schakelen, dan klinkt dat prima. Ik sluit me wel aan bij meneer Bouwmans. Ik zou wel graag een tweede termijn van de kernactief een enige dekking willen vinden voor toch de extra kosten die dat met zich meebrengt, zodat we dat in ieder geval dan ook even netjes geregeld hebben. Maar wat ons betreft kan dat nou verder gaan met de voorbereidingen. Misschien is het een CDA. Voor mij zitten van jullie geen moties of een toch? Oh nee, maar goed. Nee. Ja. Met uw welnemen nodig ik graag wethouder Thijs uit om te reageren op de verdorie gestelde vragen. Ja, voor de dat zal ik zo goed mogelijk proberen te doen. Er zijn heel veel opmerkingen. Er is een vraag over een jaarlijkse evaluatie. Ja, daar ben ik toe bereid.
vanzelfsprekend, als u dat wil. Ik hoor geen meerderheid, maar het kan helemaal geen kwaad, denk ik, om na een jaar een nieuw systeem te evalueren. VVD, extra aandacht voor ouderen, ja, dat hebben we ook geprobeerd hierin te brengen, ook naar opmerkingen van u, onder andere van u, maar ook van de lokale dorpspartijen. Papierkliko, daar had ik eerst gedacht om daar ja op te zeggen. 1 januari, zegt u, hè, 2013, daar zeg ik nu op nee. Zover dat mogelijk is, wil ik dat wel doen, maar de tweede ronde, waarvoor overigens ook een dekking zit in de afvalstoffenheffing om al een tweede ronde te doen. Dus sorry, een dekking in het voorstel om een tweede ronde containers op te halen, om te wisselen van 140 naar 42 of andersom. Dus die dekking is er op zich, het zit in het voorstel. Nu moet het helemaal gratis, dat gaat en als dat iets extra's kost, krijg je heel simpel, dan wordt dat via de afvalstoffenheffing extra betaald. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het gewoon gedaan worden, omdat het ook een deel van het oorspronkelijke plan was. Om nog één keer een soort mensen de kans te geven als ze gewend zijn om iets extra's te doen. Dat betekent dat ik gewoon uit kostenefficiëntie, pas die papieren kliko aan iedereen wil geven, stel je voor dat het een heel groot succes wordt, hè? Iedereen wil een papier kliko, en dat wordt een enorm succes, dan vind ik dat we pas nieuwe containers zouden moeten aanschaffen wanneer we precies weten van welke maat we wat over hebben, en dat is dus pas na die tweede ronde. Want daarna moeten de mensen natuurlijk wel gewoon gaan betalen voor het omwisselen van de container. En uw suggestie van medio 2013 is wat mij betreft prima om dan nog een keer een ronde te doen. Ik ben alleen wel bang dat de vraag ook komt wanneer de rekeningen... Maar goed, we evalueren dat jaarlijks. U kijkt heel verbaasd. Ik vind het geen duidelijk verhaal. De papieren container. Ja. Daar, als we nog een keer omwisselen, dan weten we straks precies na dat omwisselen pas welke containers we over hebben. Van 240 hebben we 140. En hoeveel we erbij moeten bestellen. Want nu is het voornamelijk gelukt nog met wisselen. Want je ziet nu dat de groene container die gratis is, veel mensen die groot hebben genomen. En de grijze container die je moet betalen, hebben ze klein. En omdat wij in het begin van 2006 bij het kopen van de containers niet hebben gekeken naar de kleur van de containers, maar enkel naar de deksel, is dat heel makkelijk kostenefficiënt te verwisselen. En dat hebben we gedaan omdat wij toen van overtuigd waren dat we ooit nog een keer naar dit systeem zouden gaan. Op het moment dat het niet meer simpelweg een deksel verwisselen is, maar dat we komen te zitten met een heel groot restant van iets, en dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we of iedereen zeggen van, u krijgt alleen maar de container die over is. Dat zou kunnen. Maar volgens mij moeten we dan even gewoon de beste kosten afwachten. Kijken hoeveel moeten we erbij bestellen. En ook kijken, maar dan vind ik dat we nou heel ver gaan in de antwoorden, of we tweedehands containers kunnen kopen. Dus nee, 1 januari gaat niet lukken. Ja, we kunnen dat wel gefaseerd in 2013, 2014 invoeren en dan doen we dat zo kostenefficiënt mogelijk. Meneer de wethouder, zowel de griffier als de burgemeester die verkeren even in een twijfelachtige situatie of u wel heeft gereageerd op de motie. Wat ik heb gezegd is dat er in de begroting, en dus ook in het plan voor het DIFTAG-systeem, daar is een bedrag opgenomen voor communicatie, maar dat is hier niet zo extra interessant, maar er is ook een bedrag opgenomen om nog één ronde te gaan wisselen. Alleen die ronde van wisselen, die zit dan niet medio 2013, die zit in januari, dus die zit volgend jaar, wanneer de rekening is gestuurd. Dus, en ik heb geen moeite om dat ook medio 2013 te doen, alleen heb ik gezegd, we doen dat één keer, want het staat maar één keer in de begroting, wilt u het meer, dan gaat het via de afvalstoffenheffing. Maar wat vindt u nu van die motie? Wat ik vind van die motie,
Als de meerderheid van de raad deze motie aanneemt, vind ik het een prima motie. Het enige verschil is, gaan we dit medio 2013 doen of gaan we dit in januari 2014 doen? Nou, weet u, als de meerderheid zegt medio 2013 is prima, daar valt geen... Daar wordt geen zak minder voor opgehaald. Mij is het inmiddels voldoende duidelijk. En ook dat het ook de raadsleden niet anders vergaat. Wie mag ik nog uitnodigen? Mevrouw Toorn, van de lokale dorp. Ja, ik heb toch nog een vraag richting de wethouder. U kunt toch vast inventariseren hoeveel wiegenaren eventueel zo'n papierkliko zouden willen hebben? Want misschien zijn er wel genoeg. Ik dacht namens die kleine huis zijn, die kunnen hem helemaal niet kwijt, die hebben kliko. Dus misschien kunnen die gezamenlijk met de buren zoiets doen. Misschien valt het reuze mee, maar dan heb je al wel een beeld hoeveel dat we nodig hebben. En bedien je die mensen dan vast. En de tweede vraag is, dat hebben wij al eerder gevraagd. En mijn buurman die had het er zojuist ook al over. Ik heb u ooit gevraagd wanneer u ondergrond van containers ging maken bij de muts, want mijn buurman heeft gelijk, er wonen heel veel oude mensen en die moeten altijd iemand schatten om die kliko naar beneden te brengen en weer binnen te halen en een klein zakje in de ondergrondscontainers natuurlijk veel makkelijker en dan zijn toch niet afhankelijk van de buurman of dat die wel of geen zin heeft. Dus, en dan blijven natuurlijk ook met een hele hoop kliko's over. Dank u wel, mevrouw Tom. Mag ik de wethouder direct uitnodigen om te reageren? Er was gevraagd of ik kon toezeggen of 1 januari 2013 iedereen een papiercontainer had. Daarop is het antwoord nee. Maar zoals u het formuleert, staat helemaal niks in de weg om het te doen zoals u dat doet. Maar ik kan niet garanderen dat iedereen die 1 januari of iets later een papiercontainer op papier wil, dat die dan ook krijgt. Dat kan ik gewoon niet garanderen. En over de muts, dat moet ook in 2013 ondergrondse containers komen. Voldoende. Ik had nog de hand gezien van mevrouw Van den Bos, een sociaal liedje. Gaat de gang. Dank u wel, voorzitter. Wij ondersteunen het maken van een evaluatie. Maar wij denken dat het handiger is om dat te doen in januari 2014. Omdat je dan al een heel jaar verder bent en je dan kunt zien of er daadwerkelijk een lastenverzwaring is gekomen voor mensen. Want heel veel burgers en wieken zijn daar bang voor. Bovendien, met het lifestyle-systeem hangt een aantal nadelen. Zoals dan een weekend zomer, wanneer mensen langer de vuilen gaan waren en de toename van eventueel zwerfafval. Mensen die hun afval bij een onder de kliko gaan werpen, daardoor raken de kliko's wel eerder vol. En dan kan er dus ook oneenigheid over ontstaan tussen burgers. En mensen zullen ook creatief gaan werken met het wegzetten van vuilniszakken aan de straat, bijvoorbeeld in Nijmegen. En burgers die gebruik moeten maken van ondergrondse containers, die betalen al extra voor speciale zakken die ze daarvoor moeten werken. En die hebben daardoor eigenlijk een dubbele belasting in het systeem. Dus we willen graag een evaluatie naar een jaar. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van den Bos. De heer Hendricks van het CDA. Dank u wel. Ja, we sluiten ons helemaal aan bij mevrouw Toon. Geef mensen zo snel mogelijk de gelegenheid om vrijwillige basis de mogelijkheid te geven om een kliko om gebruik te maken van papiercontainer. Goed voor bewustzijn en je zult zien dat je daar maar geen slag op. Dus wat dat betreft vinden we ook dat we deze motie zien. De heer Gerrits. Dank u wel. Ik hoor de heer Hendricks en ook mevrouw Toon pleiten voor het invoeren van een papiercontainer. Op zich lijkt me dat inderdaad een prima idee. Even een koppeling naar het vorige onderwerp, de sportclubs. Dat zijn de partijen die op dit moment actief zijn om daarmee een centje bij te verdienen door papier op te halen. De vraag is, hoe gaat dat in de toekomst als er containers worden ingevoerd? Zijn zij dan nog steeds in de gelegenheid om het papier op te halen? Of is daar wel een zwaar financieel bedrijf voor nodig? De interruptie komt er nog. Laten we niet allemaal door elkaar gaan praten, want dan kan deze voorzitter het niet meer volgen. Meneer Brink van deze. Dus wat ik ook helemaal begrijp is, die vuilniswagens die zijn daar niet voor toegerust. De vuilniswagen die nu komt, die hebben niet zo'n haak eraan. Hoe moet ik dat voorstellen? Die mensen zeggen op straat, die kieper gaan omkieperen. En dat een sportvereniging helemaal niet doen. Ik denk dat mevrouw Toon een hele praktische invulling heeft. Mevrouw Toon, ik weet precies hoe de vlag erbij hangt, maar meneer Hendricks is voorzitter van de werkgroep. Zij hebben er uitgebreid over gesproken. De
de container, dat was gewoon een vuilniswagen. Dus het is alleen maar een hele prettige bijeenkomst voor die mensen van die verenigingen die niet meer, zoals meneer Hendricks ook al zei, die zware dozen aan behoeven te tillen, die benauwd weer uit elkaar vallen, de hele rotzooi op straat ligt. Het is, zij worden ook getraind hoe ze dat ding in die vuilniswagen moeten hangen en dan hoppakee en dan is die bak leeg. Dus het is een pluspunt eigenlijk en meerwaarde voor alles en iedereen. Dus daar moeten we allemaal toe kijken. Een zogenaamde win-win situatie. Ja. Ja. Meneer de voorzitter. Meneer Bouwmans, nog even dingen. Ja, nog even een kleine reactie. Natuurlijk is het sympathiek om een extra container, maar ik wil altijd ook aandacht vragen over mensen die wat minder groot behuisd zijn. En voor wie al die containers in de keuken of waar dan ook wellicht een obstakel kunnen worden. Ja, maar die doos is ook een obstakel. Ja, ja, het is op vrijwillige basis. Mensen worden niet verplicht om zo'n container terug aan te schaffen. En je kunt ook samen met de buurt zo'n container terug gebruiken. Overigens zitten dus op die ophaaldagen ook een installatie waar je die duco's mee kunt leveren. Zo heb ik de laatste keer gezien. Dus wat dat betreft is dat geen probleem. Volgens mij geeft u met de wijze waarop we op dit moment over dit onderwerp spreken alleen maar aan, bijna uitbundig gaan, dat we over kunnen gaan tot besluitvorming. Maar zie ik dat misschien verkeerd. De heer Gerrits. Ja, ik had nog een puntje. Het gaat over de afvalstoffenheffing. De vraag is gesteld, waar worden de extra kosten uitgehaald? De wethouder geeft een prima antwoord. Maar ik wil er toch nog eens aan toevoegen, want zelfs als het extra zou kosten, of zelfs als je een twee of een derde omwisselronde zou nodig zou vinden, bijvoorbeeld na een half jaar zoals wij voorstellen en nadat de rekening bekend is, dan nog zou je dat moeten doen en inderdaad bekostigen uit de afvalstoffenheffing, want anders dan doe je het principe van het stimuleren van afvalscheiding eigenlijk geweld aan als je het omwille van de laatste kostenbesparing niet zou laten doorgaan. Dus mijn pleidooi is van kijk niet naar dat geld, dat komt uit de afvalstoffenheffing. Het doel is om uiteindelijk afval te scheiden en dat leidt op termijn tot lagere tarieven. Dank u wel. Kunnen we overgaan tot besluitvorming? Dan ga ik eerst het voorstel als zodanig in stemming brengen. Die is voor het voorstel. En daar kleurt u geheel groen. Dat wil zeggen dat deze raad unaniem is met het voorstel. Excuus. Ja, ik had het moeten weten. Sorry, excuus mevrouw van den Bos. Dus mevrouw van den Bos, sociaal liedje, stemt tegen. En alle andere partijen zijn voor dit voorstel. Dank u wel. Dan ligt de motie voor kernachtig Wiegen. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen alvorens ik in mijn stemming breng? Mevrouw Jamin. Wij zijn het hiermee eens als het om één extra ronde gaat. En niet wat meneer Gerrits net zei, dan alweer wil men dat nog een derde keer. Ik denk dat niet de bedoeling is. Nee, maar dat is ook niet de tekst van deze motie. Nee, letterlijk de tekst van de motie. Dat dacht ik nog. Wie is dan voor deze motie? En daar bent u wel unaniem. Dank u wel. Agenda punt 10. We zijn er inmiddels aangekomen. Invoering van de reclamebelasting in Wiegen. Een korte samenvatting alvorens ik het vrijgeef voor de discussie. Om een front te vormen tegen een mogelijk toekomstig afglijden van het centrum hebben de ondernemersvereniging Wiegen Centrum, de vereniging van winkeleigenaren in het centrum van Wiegen en de vereniging afdeling Wiegen van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in de horeca en aanverwante bedrijven of de stichting Centrum Management Wiegen opgericht, de CMW. Door dit Centrum Management Wiegen is een notitie Centrum Management Wiegen opgesteld. Voor een structurele afdekking van haar gedeeltelijke lasten is het CMW voorstander van het invoeren van een verplichte collectieve heffing die geldt voor ondernemers. Het daarvoor geëikte middel is reclamebelasting. Aangezien het CMW niet bevoegd is om reclamebelasting te heffen, heeft het CMW een verzoek ingediend om invoering van reclamebelasting door de gemeente Wiegen voor een afgebakend gebied. En die vraagstelling ligt op dit moment voor. Wie wenst hierover te spreken dan wel wenst een amendement of motie op dit voorstel aan te nemen? Ik zie mevrouw Thome met de hand, mevrouw Dolven, mevrouw Schaap, de heer Goldhoorn. Ik geef graag het woord aan mevrouw Thome van de lokale dorpsraad.
Dankjewel, voorzitter. Ja, we hebben het er uitgebreid in de commissievergadering over gehad en die wil ik hier dan ook niet over doen. De mening van onze fractie is duidelijk. Wij zijn tegen deze vorm van reclamebelasting. De ondernemers worden al zwaar belast. Menigeen kan het hoofd net boven water houden en dan gaan we ze hier ook mee belasten. Dus we zijn geen voorstander van deze vorm van het heffen van reclamebelasting. Wel weten wij natuurlijk ook vanuit de commissie dat de meerderheid van deze raad wel voorstander is. Dus we hebben toch gemeend een amendement te moeten maken. En dat gaat over de huisartsen die in het Centrum van Rieke gevestigd zijn. Ook zij gaan vallen onder de reclamebelasting. En ik heb van meerdere huisartsen vernomen dat zij het zeer op prijs zouden stellen als er enkele gereserveerde parkeerplaatsen voor de patiënten zouden kunnen komen. Zodat het centrum ook voor hen makkelijk bereikbaar blijft en toch een stukje klantvriendelijkheid voor mensen die kort bij de huisarts het bezoek brengen. Dus bij deze willen wij graag een amendement, ons amendement indienen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Toon. Het amendement wordt op dit moment al uitgereikt. Ik geef graag het woord aan de heer Goldhoorn van de VVD. Ja, we zijn nu al uitvoerig op ingegaan in de commissievergadering. Dan zeg ik met mevrouw Toon, dan moeten we hier niet allemaal weer over willen doen. Deze belasting maakt een centrummanagement mogelijk. Deze belasting gaat de zogenaamde freeriders tegen. En deze belasting wordt nagenoeg gedragen door alle ondernemers in het centrum en in het afgebakende gebied. In de commissievergadering hebben wij nog voor gepleit om de artsen buiten te sluiten. Maar op grond van de jurisprudentie hebben wij de raad gekregen dat we dat niet moeten doen. Een meerderheid, ook het amendement van lokale dorpspartijen. Ik vind het ook blij dat we hier niet moeten regelen, maar dat dat met het centrummanagement geregeld moet worden, dus daar zijn wij tegen. En de meerderheid van mijn fractie is steunt de reclamebelasting. Ja, maar ik wil toch het standpunt van het niet aanwezig dat dit. Tot zover in eerste instantie. Dank u wel, meneer Goldhoorn. Mevrouw Schaaf, mag ik het woord geven namens de Partij van de Arbeid? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook in ieder geval de commissievergadering en ook de informatieavond niet overdoen. Wij als Partij van de Arbeid zijn heel blij met dit voorstel. Er zijn ondernemers opgestaan om het centrum in ieder geval levendig te houden. En daar mogen we denk ik alleen maar heel blij mee zijn. We hebben een prachtig centrum. En wij zijn heel blij dat door deze vorm er in ieder geval financiering is voor het centrummanagement. Maar ook voor heel veel activiteiten. Wij willen wel benadrukken, hebben we ook in de commissievergadering gedaan, ook naar het centrummanagement. Alsjeblieft in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kijk ook naar mensen met een beperking. Kijk ook hoe je deze mensen kunt betrekken bij de activiteiten, maar vooral ook bij de ondersteuning van de activiteiten. En als ik kijk naar het abonnement van lokale dorpspartijen, die kunnen wij niet gaan ondersteunen, want wij zijn inderdaad eens met de VVD. Regel dat vooral onderling en het lijkt me ook een hele ingewikkelde situatie. Om parkeerplaatsen voor patiënten te gaan reserveren. Ik vraag me af hoe dat je dat in de praktijk moet doen en hoe dat gemeld moet worden en noem maar op. De huisartsen hebben een gereserveerde plek, dat lijkt ons prima. Die hebben het ook nodig, dus maar niet voor de patiënten. Dit in eerste instantie, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schaaf. Het woord is aan mevrouw Dauvin van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste vinden wij het goed dat er centrummanagement komt. Dat is een prima idee. Wij vinden ook dat het prima is dat er een vereniging is, een stichting is, die zich daar heel hard voor maakt. En ik heb in de commissie proberen duidelijk te maken dat wat mij betreft daar de discussie niet over weer moet gaan. De discussie gaat erover of je dat moet doen op deze manier, de uitvoering, namelijk via de reclamebelasting. En het probleem dat ik daarmee heb is het volgende. Als eerste is het zo dat het niet per se op deze manier hoeft. Er zijn gemeenten die hebben reclamebelasting ingevoerd, maar die hebben eerst beleid gemaakt en die hebben bijvoorbeeld zelf een centrummanager aangenomen. Dat is een ambtenaar. Er zijn ook gemeentes die hebben een duo-functie. Die hebben bij de gemeente een ambtenaar en die hebben een centrummanager. Ik zie gemeentes waar gewoon heel specifiek een vacature staat met hoeveel uur bijvoorbeeld zo'n centrummanager dan zou moeten werken. Dus mijn punt is dat op het moment dat je belasting hebt,
betaalt die burger die belasting aan ons en zijn wij ervoor verantwoordelijk. En je kan niet zeggen op dat moment, we zijn er niet voor verantwoordelijk. Wij heffen die belasting, wij geven het uit. Daar zou een beleid onder moeten liggen. Dat je dan daarna de uitvoering bij een stichting neerlegt, dat vinden wij heel prima. Dat doen we bij al heel veel organisaties en dat hoort ook zo. Je moet die verantwoordelijkheid ook heel erg in de maatschappij terugleggen. Prima. Maar het gaat om die eerste stap. Op het moment dat je zegt, we gaan collectief belasting heffen, krijgen wij het geld, mensen betalen het geld aan de gemeente en verwachten daar van de gemeente wat van terug. Over het amendement van mevrouw Tonia, iedereen reageert er vrij verbaasd op, maar het zou zomaar iets kunnen zijn wat in het voorstel van het centrummanagement staat. Maar er staan heel veel dingen in waarvan je afvraagt, gaat het centrummanagement dan over? Hier gaan ze volgens mij niet over. De parkeerplaatsen zijn van de gemeente. En als wij vinden als raad dat wij parkeerplaatsen voor huisartsen gaan uitgeven, dan doen we dat als raad. Dat kan centrummanagement volgens mij niet doen. Dus dan denk ik al, dit amendement wordt dan al lastig. Maar daar ligt precies de crux. Waar gaat het centrummanagement nou over? Ik heb daar ook nog een vraag aan de wethouder, want in het voorstel van centrummanagement staat nog steeds dat de heer Bruin onderdeel is van bestuur. Ik heb begrepen dat hij inmiddels daar niet meer in zit. In het voorstel staat dat daar een portefeuillehouder economische zaken voor terug zou komen. Dat zou dan waarschijnlijk de burgemeester. Is dat zo? Wat is de status daarvan, hoor ik graag van u. Mijn oproep is, en ik heb het niet met een motie gedaan, maar de oproep aan de raad is heel duidelijk. Laten we dit nu niet op deze manier regelen, maar zoals het hoort. Zoals we ook bij de begroting hebben gezegd, dat als wij iets over hebben op in de begroting, dat we dat eerst naar de algemene reserve zetten en dan uitgeven. Als je belasting heft, ben je er in eerste instantie verantwoordelijk voor en kun je de uitvoering uitbesteden. En daar gaat het mee. Tot zover. Dank u wel, mevrouw de Pijn. Het woord is aan mevrouw van Bos. Dank u wel, voorzitter. We hebben juist gepost een impuls in het centrum zeker terug. Maar we hebben net als D66 ook vierkante kanttekeningen. Inderdaad, waar ligt het beleid bij de politiek, bij de gemeente? En de uitvoering moet door het centrummanagement worden uitgevoerd. Maar zoals het nu is opgesteld, lijkt het als zij het beleid gaan vaststellen. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus ik sluit het volledig aan bij de toon van mevrouw Dauphin. En nog een kanttekening daarbij is dat de gebiedsafwakening van de besteedlaan tussen de meester van Pootlaan en de Merkdoorstraat ook al niet bij het centrum van Wiegel hoort, maar bij Wiegel Oost. Zij hebben geen profijt van bloemen, kunstwerken, kerstversieringen. Huisartsen, notarissen en tandartsen en dergelijke zijn geen ondernemingen die het moeten hebben van een grote menigte winkelende publiek. En we moeten ervoor hoeden dat bepaalde kleine zelfstandigen dit gewoon niet kunnen opbrengen, dat het voor een extra belasting is. En daarom ben ik heel veel moeite met de reclamebelasting voor zover. Dank u wel, mevrouw Van der Bos. De heer Volkhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben in de commissie al uitvoerig stilgestaan bij dit onderwerp. En bij kernachtig is er alsnog geen voorstander van moeienis door de overheid door extra regels. Maar wij zien dan de reclamebelasting wel als een middel waar wij mee zullen gaan schribbelen. Er is groot draagvlak onder ondernemers. En wij als gemeente hebben een groot belang bij een economisch sterk centrum. En dat is voor alle ondernemers in het centrum ook goed, die dan daar wel een bijdrage moeten betalen, maar daar zullen ze centers al sterker van worden. We zijn trots op de inzet van de gedreven vrijwilligers die het proces in gang gezet hebben. En we willen de beleving van het winkelen vasthouden. Mensen moeten het leuk blijven vinden om door het centrum te blijven lopen. Even een reactie op het amendement. Ja, daar zijn wij geen voorstander van. De handhaving is voor ons lijkt me heel lastig. En B, waarom worden hier alleen de huisartsen genoemd en niet de fysiotherapeuten, de verloskundigen, de dierenarts, want die zullen met een zieke hond of zwaar toezet dan naar de dierenarts. Zo maakt het wel. Dank u wel, meneer Van Bronckhorst. Iemand verder? Niemand? Dan nodig ik graag de wethouder, de heer Bruin, uit te reageren op vragen, opmerkingen, stellingen. En wat is meer zij, in ieder geval ook zeker van de middel. Gaat u gang. Voorzitter, er zijn heel veel opmerkingen gemaakt die ook in de commissie gemaakt zijn. En er zijn relatief weinig vragen. Eén vraag met betrekking tot mijn persoon als lid van Stichting Management, Center Management Wiegen.
vanaf de stad hebben de ondernemers aangegeven dat zij graag een link met het gemeentebestuur zouden hebben. Dat is in eerste instantie gekozen om de wethouder financiën vanwege de achtergrond reclamebelasting erbij te betrekken. Ik heb dat proces een poosje meegelopen, maar vanaf het begin heb ik binnen Centrum Management Wijchen gezegd van ik beperk me tot de begeleiding van de reclamebelasting, maar ik ga me inhoudelijk niet met uw keuzes bemoeien. Toen dat proces van de reclamebelasting dus ook zover was dat het op een haar na gevuld was, toen heb ik me teruggetrokken uit het Centrum Management Wijchen. En vervolgens is het natuurlijk nog wel de vraag van Stichting Centrum Management Wijchen van kunnen wij dan die verbinding met het gemeentebestuur toch nog houden? En het enige wat in het voorstel staat is dat dat niet meer de wethouder financiën de logische verbinding zou zijn, maar dat mogelijk dat de portefeuillehouder economische zaken zou zijn. En dat is in een hele verschillende rol kan dat plaatsvinden. Dat kan als een soort adviseur zijn, dat kan als gewoon een kwartaal gesprek zijn, dat kan op alle andere manieren ingevuld worden. Het is nog niet concreet ook ingevuld. Dan een tweede opmerking met betrekking tot het beleid dat bepaald zou worden door de ondernemers. Nee, dat wordt niet door de ondernemers bepaald. U zit daar zelf bij. U hebt nu de notitie van de Stichting Centrum Management Wijchen ontvangen. Daar staan ook alle activiteiten in. Daar staan ook de zaken in die zij met dat geld van de reclamebelasting willen gaan uitvoeren. En u keurt dat beleidsplan of dat plan in ieder geval ook bij deze stukken. In ieder geval, ze zitten erbij en u kunt daar uw uitspraken over doen. En vervolgens ziet u daar inderdaad de zaken naar voren komen. En elk jaar zal Stichting Centrum Management Wijchen een verzoek om subsidie moeten doen. En dat komt dan weer volgens de normale vorming, algemene subsidie gemeente Wijchen, komt dat weer bij uw raad terecht. En u hebt dus elk jaar een moment van reflectie van doen we dit op deze manier, is de begroting die de stichting aanlevert, is dat onze begroting, willen we daarin meegaan of hebben we daar een kanttekening bij? Dus elk jaar heeft u een moment van reflectie. Met betrekking tot de parkeerplaatsen, ik denk dat mevrouw Dauphin inderdaad de spijker op zijn kop slaat. Daar gaat Stichting Centrum Management Wijchen niet over. Daar gaat de gemeente over en u, in bijzonder u als raad. Dus als u het loskoppelt van alle emotie hier van Centrum Management Wijchen, dan zou u op een apart moment daar met de wethouder over kunnen discussiëren, maar niet op dit moment en verbindend aan dit onderwerp. Dank u wel, wethouder Bruin. Wie mag ik uitvoeren? Mevrouw Schaam, mevrouw de Fijn, ik heb nog even verder. Mevrouw Schaam, gaat het gewoon. Ja, ik had een vraag aan mevrouw de Fijn. Ik dacht in de commissievergadering dat D66 vooral was tegen het principe van belastingheffing en het doorgeven aan de burger, of aan het doorgeven aan centrummensen. Nu hoor ik mevrouw de Fijn zeggen, nee, wij willen eerst beleid. En dat er dan belasting doorgegeven wordt, dat vinden wij dus een probleem. Dus ik snap de verhouding niet, want naar mijn idee ligt er heel veel beleid in. En ik wil de uitwerking en dan heb ik ieder jaar de kans, zoals de wethouder zegt, om dat te anticiperen. Dus wat is nu uw principiële punt? Voorzitter. Ja, u heeft gelijk. Principiële punt is dat je belasting heft en dat het dan dus dat je dan dus beleid onder moet liggen. U zegt er ligt beleid, dat ligt er niet, er ligt een notitie van het centrummanagement. Wij hebben als raad eerder besloten dat we geen subsidies meer verstrekken aan het centrum, aan evenementen. Dat was beleid. Dus dit is daar ook nog eens strijdig mee. Wij hebben geen enkele inbreng gehad op dit wat er nu ligt. Het is ook een heel breed document, daar kan er van alles mee. De begroting is heel ruim. Er staat eigenlijk helemaal niet in wat er nu gaat gebeuren. Hier zijn geen kaders en richtlijnen door de raad aangesteld. Op het moment dat die er zijn, dan spreek ik van beleid. Ja, volgens mij overtuigen we elkaar absoluut niet. En ik zie ook dat er een verschuiving is inderdaad in de principes van D66, dus daar. Dat verbaast mij, wilt u dat uitleggen, want dat prikkelt. Ja, dat prikkelt. Nou, het prikkelt omdat u heel erg tegen het principe was
van belastingheffing en dan op die manier het doorsluizen zeg maar, naar het centrummanagement. Dus u maakt daar nu al een nuance in, dat als er eerder beleid wordt gemaakt door de raad en door de gemeente, dan kunt u er wel mee instemmen. Dus dat is eigenlijk echt een hele andere keuze die u dan maakt. Nee, maar het beleid zou dan kunnen zijn dat we zelf een centrummanager aanstellen bijvoorbeeld. Maar als u dat het verschil maakt van het centrummanager, dat u zelf aanstelt. Nou, wij overtuigen elkaar absoluut niet. Voorzitter, ik wil mevrouw Schaap toch bijslaan. Het stuk staat nu op de agenda vanwege D66, omdat hij tijdens de commissievergadering aangaf te weinig ruimte had om het stuk te veranderen. Zodat we geen invloed hebben op het hele beleid van het centrummanagement. Terwijl de wethouder gaf net ook weer aan. Bij het vaststellen van subsidieverordening, dat komt jaarlijks terug. We hadden het nu kunnen amenderen, dat heb ik u ook geadviseerd. Als u het niet mee eens bent, amenderen dan. Maar we zitten nou weer over iets te praten, waar we eindelijk een commissie hetzelfde over dachten. Nou, misschien moeten we even vragen aan de VVD, want die waren van plan om een amendement in te dienen, dat juridisch gezien niet mogelijk is. Ja. Meneer Goldhoorn, u wordt uitgenodigd. Nou, ik heb geen aanvulling van maken. Ik ben helemaal niet van plan geweest om een amendement in te dienen. Als ik wil het onderzoeken en ik wil het tijdens de commissievergadering, en dat is ook een betekenis van de commissievergadering, om bij jullie allemaal af te tasten hoe jullie vonden dat die actie, of die er al of niet buitengesloten zouden moeten worden. Nou, daarna ben ik gaan onderzoeken en heb ik berichten gekregen. Volgens mij hebben alle fractievoorzitters die gekregen, de jurisprudentie, dat je het niet moet doen, dat je ze niet moet uitsluiten. Dus wij hebben gewoon dat gevolgd. En ik vind gewoon dat wij hier nu met het abonnement van de lokale dorpspartijen gaan waar wil je. We hebben het beleid is nog niet vastgesteld of we zijn ons er alweer mee aan bemoeien. Ik vind gewoon, laat het centrummanagement eerst eens even lekker op gang komen. Mevrouw Tonen, mag ik u nog uitnodigen? U gaf straks al aan en dan graag het woord willen voeren. Dankjewel, voorzitter. Nou, wij zijn eigenlijk heel blij dat de reactie van Kiara te bieden. Zij willen ook een keer plaats voor de fysio, voor de dierenarts, voor de tandarts. Zij zijn dus heel bereid om die aan de motie toe te voegen. Dan hebben we een breed draagvlak, dan kan iedereen zijn eigen parkeerplaats hebben en een reactie op mevrouw. En ik kan hem wel niet op het rek. Iedere huisarts heeft wat kaartjes bij zijn nagelegen. De patiënt die komt, die legt dat even achter zijn vooruit. En het is helemaal geen probleem. Wij hoeven ook helemaal niet zo in te vullen, maar ik bleek ook al net als de bruin dat dit hier niet thuis hoort. Ik dacht, het is wel handig om het nu hier in te voeren, want dan is het geregeld. Dus we moeten er op een ander moment mee terugkomen, voorzitter. En dan nog één punt. Op dat punt van keer heb ik mevrouw Toorn net over keer begrepen. Ik heb twee punten genoemd waarom wij tegen het argument zullen zijn. In de eerste plaats was de handhaving. En B, waarom u dan bepaalde groepen niet noemt in uw amendement. Dat is niet omdat wij daar voorstander van zijn. Maar wij denken niet dat het de handhaving is. En op het moment dat je inderdaad al die groepen gaat noemen die u net nog een keer opnoemde, dan blijven er plekken over liggen voor de normale mensen die de boodschappen moeten komen doen. Ja, goed, normale mensen, zieke dieren. je kunt daar een beetje een raar verhaal over maken. Maar wij vinden het belangrijk, we hebben die signalen uit de samenleving. En wij zijn gewend om die signalen op te pakken. En om ze hier op politiek niveau in te brengen. Dus vandaar dat wij dit ook doen. Maar, en ik wil graag afsluiten, voorzitter. Ja, goed. Ik ben zelf ondernemer in het centrum van Wijchen. We hebben de mooiste kringloopwinkels van Wijchen hier op het hoekje in de Spoorstraat. Dus er wordt nu ook van mij verwacht dat ik niet meestem met dit voorstel. Dus, ja. Ik stel dat wel gewoon op prijs, mevrouw Tom. Dat is jammer. Ik vind het wel een fraaie afsluiting van het debat. Want uiteindelijk, en dat heeft ook de wethouder al horen te zeggen, is het een behoorlijke neven aangelegenheid waar we het hebben als we het hebben over de parkeerplaatsen en voor wie die eventueel gelabeld zouden kunnen gaan worden. Toch nog één vraag aan u, mevrouw Tonen, alvorens een en ander een stemming wil geven. Handhaaft u het amendement met de toelichting die de wethouder heeft? Voorzitter, ik heb een tweede termijn niet gehad. Ik heb alleen maar gereageerd op vragen van de... Ja, ik zie iedereen zo bewegelijk al met kaartjes dat ik dat even had mogen vragen. Mevrouw Hoeven, de tweede termijn. Ja, want ik wil nou toch nog even reageren op de wethouder over zijn verhaal over het college in het bestuur van het centrummanagement. En daar wil ik nog wel graag wat duidelijkheid over, want de wethouder zegt ik ga er niet over, het is geen gemeentebeleid. Maar dan vind ik ook niet dat het college daar een rol heeft in het bestuur. En dat is dan, ik weet niet wat andere raad hebben, maar ik vind het ook tegenstrijdig met elkaar. Dus of we gaan er over of we gaan er niet over.
Of we zitten in bestuur of we zitten niet in bestuur? Nee, we hebben geen rol officieel in de stukken. Dus, en ook niet in het bestuur. Maar er staat wel in de stukken die wij nu accorderen. Ja, maar we hebben daar geen rol in. Ja, dat is wel een rol. En op het moment dat wij, of het Stichting Centrum Management die zegt van wij hebben graag behoefte aan contact met het college, dan gaan we dat op een aparte manier of gaan we dat organiseren. Dat was een hele stichting. En het staat wel in het stuk, hè? Het staat er letterlijk in, met name toen daar wordt u genoemd, er wordt ook gezegd dat de portefeuille al economische zaken daar in plaats van moet doen. Ik kan het drie keer zeggen, voorzitter. Ik zit niet meer in de stichting, ik wil er ook niet meer in. En ik laat het aan het college over hoe wij het contact met de stichting Centrum Management Wijchen doen. En volgens hebben wij per half jaar ook al een gesprek met de ondernemers van het centrum. Eerlijk gezegd lijkt mij de toelichting van de wethouder die in openbaarheid wordt uitgesproken meer dan voldoende. We zouden nog kunnen overwegen om dit woordelijk in een motie te gieten en daarover te stemmen, maar dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje zwaar. U heeft de woorden van de wethouder gehoord, die worden namens het college uitgesproken en die zijn klip en klaar en helder. Mag ik het in stemming gaan brengen? Meneer voorzitter, ik zou graag een stemverklaring afleggen. Kan dat? Maar mag ik dan nog eerst even uw buurvrouw aankijken, mevrouw Tonen, of u het amendement handhaaft? Wij handhaven het abonnement omdat ik toch benieuwd ben in hoeverre politici bereid zijn om onze zwakkeren in de samenleving een extra tekort aan te doen. Meneer Bouwman, zult u een stemverklaring afleggen over het abonnement? Ik vermoed zelf over het voorstel zelf. Dus dan ook over het voorstel. Exact, dat vermoed ik al. Dan breng ik eerst het abonnement. De stemming is voor dit abonnement. En daar zie ik de fractie lokale dorpspartijen met 3 zetels voor en de overige raad is tegen, daarmee is het amendement verworpen. Dan het voorstel zelf, stemverklaring van de heer Bouwmans van de VVD. Ja, meneer voorzitter, ik steun ondernemers, maar ik ben tegen dit voorstel en wel om de volgende redenen. Het voorstel is in strijd met de vrijheid van ondernemen. Elke winkelier, klein of groot, moet zelf kunnen bepalen aan welke reclame-evenementen hij meedoet. Het voorstel is in strijd met de vrijheid van vereniging. Een winkelier wordt verplicht mee te doen aan een door de ondernemersvereniging opgetuigde stichting. Het voorstel is een oneigenlijk gebruik van het gemeentelijk recht om belasting te heffen. Immers, het is bedoeld om een vorm van contributie te heffen. Het voorstel is overbodig. De verklaring is volgens mij 2 zinnen, meneer Bouwmans, u bent een toon aan het houden. Ja, sorry, maar... Zullen we de ordehandhaving even aan de voorzitter overlaten? Ja. Ik heb de zinnen tot nu toe goed gevolgd. Meneer Bouwmans wil tot een afronding komen. Ik probeer zo kort mogelijk. Het voorstel is overbodig, onrechtvaardig en het college is veel te laat. Want na 1 convenant en 3 congressen wordt het voorgelegd. Terwijl het in oktober 2010 al aan de orde was, het is wat mij betreft een historische vergissing. Dank u voor uw stemverklaring. Dan breng ik het voorstel nu in stemming. Die is voor dit voorstel. En we moeten eigenlijk maar weer beginnen met rood, want dat is wat makkelijker benoemen. Sociaal Wijchen, de heer Bouwmans van de VVD, de lokale dorpspartijen en D66 zijn tegen. En voor Partij van de Arbeid, kernachtig Wijchen. En het CDA en de VVD, de heer Goldhoorn, daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Agenda punt 11, dat betreft het onderwerp regionalisering brandweer. En voor dit onderwerp, aangezien ik zelf een portefeuillehouder ben, geef ik graag het voorzitterschap uit handen aan mevrouw Schaap. Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de regionalisering. Zoals nu gebruikelijk begin ik ook met de samenvatting. Heeft de meerderheid van het algemeen bestuur van de toenmalige gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid de intentie uitgesproken om de brandweer in Gelderland-Zuid te regionaliseren. Deze intentie is door het AB in februari 2011 bekrachtigd in het principebesluit tot regionalisering van de brandweer. Wel is toen duidelijk aangegeven dat er pas een formeel besluit door de gemeentebesturen kon worden genomen als er voor alle gemeenten bekend is wat de financiële consequenties zijn.
Deze zijn nu in voldoende mate bekend. Inmiddels zijn gemeenten verplicht om hun brandweerorganisatie te regionaliseren. Er is een wetswijziging op komst waarin is opgenomen dat de gemeenten uiterlijk tot 1 januari 2014 de tijd hebben om te regionaliseren. Ik wil als eerste het woord geven aan Kernachtig Wiegje om die een abonnement in willen dienen en daarna aan de Partij van de Arbeid omdat die twee moties in willen dienen. Het woord aan Kernachtig Wiegje, volgens mij de heer Loemans. Dank u wel, voorzitter. Ik zal geen herhaling geven van de commissievergadering waar we met z'n allen aangegeven hebben dat we met pijn in het hart onze brandweer overdragen aan de veiligheidsregio. En ik zal inzoomen op de financiële consequenties van dat overheven. De veiligheidsregio die gaat voor tonnen meer besteden aan de brandweerzorg dan dat wij dat gewend waren. Maar liefst 3,5 ton kost het extra. Daarmee is Mangeers aangetoond dat de grootschaligheid niet leidt tot minder kosten. Als een dubbeltje uit een doosje kwam er bij dit voorstel nog een kostenuitzetting van 62.000 euro bij. Wat ons betreft trekken wij een streep als gemeenteraad van Wiegje. De veiligheidsregio gedraagt zich toch een beetje als een rupsje nooit genoeg. Het is weliswaar wonderschone kwaliteit, maar het mag dan toch echt het mag niet te veel kosten. Dat is in ieder geval wat wij gaan zeggen. Dus wat ons betreft zegt de gemeenteraad van die getekende veiligheidsregio, die krijgt die 60.000 euro niet. En dat houdt in dat er twee beslispunten nodig zijn, want die 60.000 euro die bleek al te zitten in de 1,7 miljoen die de totale brandweer kost. Dus als wij het niet eens zijn met die uitzetting, dan moet die beslissing 3 moet naar 1.700.000 euro. En dan gaan we daarmee niet akkoord met beslissing 4. Dat is wat wij de gemeenteraad voorstellen. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De brandweer gaat de veiligheidsregio in. Ik begreep net uit wat de voorzitter voorlas niet heel vrijwillig, want het was gewoon verplicht. En ik denk ook dat het wel wat voordelen kan hebben, want ik hoor dat er aan de randen van Wiegje een bad uitbreekt ergens. En in de naburige gemeente kan de brandweer gezien de korte rijtijden sneller zij zijn, bij zijn. Dat is alleen maar voordelen. Dus wat dat betreft, de groene kaart heb ik als kwaad liggen, maar ik heb nog wel een aantal vragen. En die betreffen ook de financiën, zoals net door mijn voorganger is gesproken. In het stuk wordt een aantal zaken gesproken over het weerstandsvermogen, over de harmonisatiekosten en de verborgen gebreken. Die worden wel genoemd, maar er worden geen aantallen bijgezet. Ik heb het even ambtelijk nagevraagd en toen kreeg ik wat meer. Maar ambtelijke zekerheid gaat onder bestuurlijke zekerheid, dus daar hoor ik niet graag zelf over praten, voorzitter. Wat ik nog wel namens de Partij van de Arbeid wil inbrengen is het gebruik van onze kazerne. Wij zijn straks het commando en de beslissingsbevoegdheid over de brandweer kwijt. En wij kunnen dus ook niet meer besluiten of de brandweer in deze moderne mooie kazerne blijft of dat die ergens anders toe gaat. Het lijkt logisch dat die gewoon hier blijft, maar ik zou toch graag dat, dat daar ook vanuit het bestuur iets over gezegd zou worden. En de motie die wij ook nog hebben ingediend, ik weet niet of die al in beeld staat, die gaat over de jeugdbrandweer. Dank u wel, mevrouw Heuvelmans. Wij willen graag dat het college gaat verkennen of het mogelijk is om hier een jeugdbrandweer op te richten, zodat vanaf jongs af aan mensen en kinderen geleerd worden hoe je wat moet bestrijden en dat kan ten goede komen van de vrijwilligers die we straks de komende jaren dringend nodig hebben. Dus wat dat betreft, reactie van de portefeuillehouders en ook op het eerste punt, blijft de brandweerkazerne in Wiegje in gebruik. Tot zover, voorzitter. Meneer Loemans, u wil reageren, maar ik heb ook vragen van andere mensen zijn in de eerste termijn die er nog iets over het stuk willen zeggen. Nou, of wilt u meteen nu reageren? Ja, ik had eigenlijk een vraag van orde. En dat is, voorzitter, waar is het fatsoen in deze gemeenteraad gebleven? Als ik deze motie zie,
dan knal ik van woede uit elkaar. Voorzitter, wij hadden ooit in deze maand die gemeenteraad omgangsnormen met elkaar. Het voorstel om te kijken naar de mogelijkheden voor een jeugdbrandweer is in de commissievergadering door de VVD gedaan. Die kreeg daar vervolgens van alle partijen steun van. Leuk plan, wethouder wil dat uitzoeken. De wethouder die doet dat, die zegt dat toe. En vervolgens heeft er een motie. Meneer Kieven, dit is de tweede keer nu dat u in een jaar tijd dat u een opmerking, een idee van een andere partij overneemt. En als u eigen motie brengt. Ik vind dat werkelijk onfatsoenlijk gedrag. Ik heb er geen ander woord op. Mag ik hierop reageren, voorzitter? Dat mag u heel kort. Dan zal ik dat kort doen. Wij hadden begrepen, ik was bij die commissievergadering zelf niet aanwezig. Maar ik had begrepen van mijn collega's die er wel bij waren, dat dit een goed punt was en dat we dat moesten zouden oppakken. Ik had tot voor gisteren niet van de VVD-kant een voorstel gezien om dit nogmaals te bekrachtigen. Daarom hebben wij besluit genomen om dit in te brengen. Kort en krachtig, en het is niet meer of minder. En de vorige keer, daar was het opzet. Dit is per ongeluk. Meneer voorzitter. Dank u wel. Meneer Wammer. Misschien even ter toelichting. We hebben het voorstel gedaan in de commissievergadering. De wethouder heeft ook horende de andere partijen en de steun ervan besloten om daarmee aan de gang te gaan. Dus de tijd was er gewoon nog niet om hier nu een motie over in te dienen. We wachten eerst af waar de wethouder mee komt. Voorzitter, ik wil hier toch graag op reageren. De commissievergadering is een adviesorgaan. Hier in de raad worden de besluiten genomen. Als je iets wilt veranderen of wilt bekrachtigen, moet je dat hier in de raad doen. Meneer de Kieviet heeft 100% gelijk. Dank u wel. Nu wil ik vragen, wil iemand reageren over het stuk in de eerste termijn? Meneer Brink. Ja, voorzitter, kort. Wat betreft Jurk, wat weer sluit me aan bij andere sprekers. Kijk, als de wethouder het oppakt, dan pakt hij het op en dan krijgen we later de besluit voor een voorstel. Dus die motie hoeft niet te stellen. Maar de gedachte wordt gedragen zoals het in de commissie van de OSCW is aan de richting gedragen. Dat is meer zo. Tweede opmerking, ja. Ja, akkoord met het voorstel, daar hebben we ook niet zo heel veel te willen. In dat verband, ja, op zich vind ik het wel leuk om de regio wat te prikkelen. Door die uitzetting om daar dan niet bij in te stemmen. Ik denk dat het de facto niet zo heel veel uitmaakt, want het is meestal op de regio. Dus uiteindelijk zullen we dan toch moeten betalen. Of we moeten betalen, ja, maar ik kan op zich ook niet reageren. Ik blok er vooruit. Wij steunen de motie, dat is alleen al om vrij en zeker in ieder geval bij de les te houden en te prikkelen. Dat is een tweede opmerking. Ja, de kazerne betreft, die motie van de PvdA, overigens is dat ook in de commissie aan de orde geweest volgens mij. Er is ook al aangegeven dat er gekeken zou worden, uiteraard staat er een prachtig gebouw en daar moet wat mee gebeuren. Voor zover er een motie voor nodig is, zie ik geen probleem, of zie D66 geen probleem om die te steunen. Dus wat dat betreft is dat geen punt. Verder akkoord met het voorstel, voorzitter. Dank u wel. Wil iemand nog in de eerste termijn reageren? Meneer Wintjes van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Onze weerzin tegen de veiligheidsregio is bekend en ik denk dat wij de commissie ook niet gaan herhalen. Het bevel die uitgaat van de motie van Kernwacht, die kunnen wij zeker steunen. Dat is altijd goed om dat signaal af te geven. Wij denken dat de brandweerkazerne, dat was integraal onderdeel van dit programma en dat is zeker de aandacht ook in alle onderhandelingen. Dat hebben we al vaker teruggehoord. Jammer. Ik noemde in de commissie, dat zal nog één zin herhalen, de regionale brandweer, een historische misser. Dank u wel. Meneer Pammer, u in de eerste termijn nog? Ja, graag even om ook te kunnen reageren op de moties en de amendementen. Nogmaals, regionalisering brandweer is een verplicht item. Het gaat er dus om, hebben wij er als Wiegen voldoende aan en daar moeten we dus op sturen. Wat betreft de amendementen, dan vinden we dat dus een belangrijk punt, dat er goed gekeken wordt ook naar de financiën en ik sluit volledig aan bij de woorden van de heer Loermans over het amendement en over de situatie rondom de brandweer en de regionalisering daarvan.
De ondersteuning van het motie over de brandweerkazerne, daar wacht ik even op de reactie van het college. En ja, op de jeugdbrandweer sluit me ook aan bij wat de Loermans daar eerder over heeft gezegd. Dank u wel. Iemand nog in de eerste ronde, anders wil ik graag als voorzitter of het woord geven aan de heer Vrijen te verantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Aardig om eens van deze kant de raadzaal te zien. Een excuus dat ik me met de rug naar u draai. Om te beginnen, er ligt eigenlijk één inhoudelijke vraag voor van de heer Kiviet van de Partij van de Arbeid. Over verborgen gebreken, zijn deze er? Exact dezelfde vraag die ik ook stelde toen ik mij over dit dossier 2 weken geleden mocht gaan buigen. Want het is erg open geformuleerd. Ik heb de verzekering gekregen dat voor zover wij dat op dit moment kunnen overzien, deze er niet zijn. We hebben een amendement voor liggen en 2 moties. Om te beginnen het amendement van kernachtig Wiegen. Ik heb wel een begrip voor de opstelling, meneer Loermans. Maar, en ik vind het een beetje vervelend wat ik nu moet zeggen, maar het is helaas wel zo. Het zijn de feiten. Gemeentelijke bijdragen zijn door de 18 gemeenten die deelnemen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld op basis van collectief bepaalde afspraken en doorlichtingen. Dat is al in een ver moment hiervoor is dat al gebeurd. En eenzijdig daarvan afwijken is niet meer mogelijk. Dat moment zijn we helaas gewoon voorbij. En het voelt dus ook een beetje als een mission impossible op het moment dat u dit amendement als raad, als raad met dit amendement instemt. Dan is dat voor mij een echt onmogelijke taak om dat, zeg maar, in de portée die u wenst, namelijk met die reductie van die bijna 63.000 euro, om dat te bereiken. Ik heb wel na zitten denken over hoe we het dan misschien anders zou kunnen doen. En ik ben wel wat terughoudend in het oproepen hier nu van een verwachting, omdat ik eerlijk gezegd verwacht, ook kijkende naar het feit dat nu reeds 17 van de 18 gemeenten hebben ingestemd. De gemeente Wiegen is hier vanavond als laatste gemeente aan zet om ook in te stemmen met de regionalisering van de brandweer. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als het gaat om deze 63.000 euro, dat er wellicht mogelijkheden zijn om de bezuinigingstaakstelling die de regio zich heeft opgelegd. En zoals u weet, specifiek ten aanzien van brandweer, is daar een bezuinigingstaakstelling van 5% voorgeldend. Dat er wellicht mogelijkheden zijn om in 2013-14, maar verderop, het zal 2014 vanaf zijn, schat ik in, om daar dan, door middel van het opleggen van een iets hogere taakstelling, uiteindelijk ook dit financieel gelijk wat we zoeken, om dat ook te bereiken. Maar ook hier moet ik wel weer een hele belangrijke kanttekening plaatsen. Die heeft ook te maken met de motie van de Partij van de Arbeid als het gaat om functieverlies of mogelijk functieverlies. Op het moment dat wij hier als gemeenteraad van Wiegen zeggen, burgemeester, gaat dus aan de slag en probeert te bereiken binnen het regionaal college dat er een hogere taakstelling wordt opgelegd, zodat wij ook financieel binnen de marges komen die we eerder met elkaar hebben gedacht. En stel dat het regionaal college daar ook mee gaat instemmen, dan betekent dat dat er nieuwe bezuinigingen zullen worden opgelegd op de brandweer. Niet alleen op die van Wiegen, maar op de brandweer in het geheel. En ik kan niet overzien op dit moment, dat heeft niet te maken met het feit dat ik hier voor 3 weken sta, maar ik kan niet overzien welke gevolgen dat zal hebben voor de inrichting van de brandweer in Gelderland-Zuid. Want ergens moet het geld uiteindelijk vandaan gaan komen. Dus welke gevolgen dat heeft, weet ik niet. Maar als u mij, doet u mij alsjeblieft een plezier en stuurt u mij niet met een mission impossible op pad. Want ik kan op dit moment niet meer dit bedrag, zoals u dat hier nu voorlegt, op dit moment dit bedrag nog voor Wiegen binnen kan halen. De enige mogelijkheid die zich wellicht voordoet is om vanaf 2014 door een extra hogere taakstelling en bezuinigingen daar, zeg maar, deze opbrengst te gaan zien. Met de belangrijke kanttekening. Dan volgen er dus extra bezuinigingen. Kan ik ingaan op het
de motie of geeft dit antwoord al reeds aanleiding tot vragen? Dank u wel. Ik kijk heel even naar de indieners van het abonnement. Nou, misschien eerst het verhaal even afmaken. Ja, oké. Okay, ja, ik ontraad dus met andere woorden dit amendement, maar dat lijkt me wel duidelijk. Dan een motie van de Partij van de Arbeid, waar het gaat om steeds van verlies van functie van kazerne Wieken. Ja, ik kan hier gewoon volmondig zeggen, dat het lijkt mij een vrij overbodige motie. Want als ik kijk naar de pijlers van regionalisering, dan stel ik vast dat de lokale verankering van de brandweer een van de belangrijkste pijlers is voor de inrichting van de brandweerzorg in Gelderland-Zuid. En dat betekent dus dat de basis zijn en blijven de clusters in de regio. En daar staat iets heel belangrijks achter. En daarom zeg ik ook, dit is een overbodige motie. En de hier binnen gelegen posten. Dus ik zie geen aanleiding om nu te vrezen dat de kazernes zoals we deze hier hebben in Wieken, dat die mogelijk een geheel andere functie zou krijgen op het moment dat we in die regionalisering van brandweer gaan. Tenzij er aanvullende bezuinigingen gaan komen en dat wellicht aanleiding is om daar anders over te gaan denken. En zelfs dan denk ik dat de vrees niet gegrond is, kijkende gewoon naar dekking, het patroon van de kazernes in Gelderland-Zuid. Dan de motie, met uw welnemen voorzitter, de motie van de Partij van de Arbeid, wederom, maar ik proef eigenlijk dat het een bijna raadsbrede motie is over de jeugdbrandweer. Ik heb me laten vertellen dat in 2009 een eerdere poging is gedaan om hier in Wieken de jeugdbrandweer van de grond te krijgen. Wat heel belangrijk is bij een jeugdbrandweer is dat ook echt gedragen wordt door onze brandweervrijwilligers, de grote mannen zeg maar even en dames. Want uiteindelijk moeten die het vak ook gaan overbrengen naar de jeugdigen. En destijds in 2009 bij de inventarisatie bleek daar onvoldoende animo over te zijn. Ik heb de afspraak gemaakt dat wij in 2013 opnieuw gaan kijken, dus nu even vanuit de setting van de regionale brandweer, opnieuw gaan kijken of het oprichten van de jeugdbrandweer, want ik deel echt ook uw overwegingen daarachter, of dat op draagvlak nu wel kan werken. Dus wat mij betreft nemen we hem over en gaan we hem uitvoeren als college. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de indieners van het abonnement, de heer Loermans. Ik heb heel even behoefte aan schorsing. Ja. Hoe lang wilt u schorsing? 5 minuten? Ja? Oké, dank u wel.